Ja, oké, genoeg. Laten we gewoon maar even te zaken komen. Godverdomme, jongens. Waar is mijn geld? Nee, geintje. Dat zijn wel zakelijke dingen. Hallo, dames en heren. Leuk dat je kijkt naar deze livestream. Het is vandaag 14 november 2017, 4 over 8. Vandaag werd ik aangestoken door het Sims-virus. Namelijk, er is een expansion pack uitgekomen, genaamd Honden en Katten. Ze hadden het beter gewoon kunnen noemen katten. Want het verhouding kat-hond, wat gemaakt zal worden, is vele malen geneigd naar de katten. Oké. Ik heb het spel voor me. Ik stel voor dat we het gaan openen. Ik ga niet vragen hoe het met jullie gaat, want eerlijk gezegd, het zal maar een worst wezen hoe het met jullie gaat. Daar gaan we. Hey, it's a Sims, kijk. Godverdomme. Lucky bastard. 3 maanden sub, dankjewel, makkertje, hoe is het? Top! Oké, waar waren we gebleven? Er zijn een aantal expansion packs op mijn account gemeterd. Oké, die niet. Ik heb hier honden en katten. Dat is eigenlijk waar we voornamelijk van gaan deel uitmaken. We hebben stedelijk leven, dus je kan in appartementjes wonen. We hebben aan het werk. Nou, toen maakte ik destijds nog video's erover. Beleef het samen heb ik helaas niet, want dan hebben we nog meer vampieren. Wellnessdag in de natuur. Griezelige accessoires. Coole keukenaccessoires. Feestdagenpakket. Nou, mooi. We drukken op play. We gaan even kijken waar we terechtkomen. Oh my god, welkom bij Creëer een Sim. Nee, ik weet hoe het werkt. Even een paar pontjes eraf, makker. Oh nee, dat werkt niet zo. Oké, shit, waar moesten we beginnen? Ik ga gewoon even snel een dude maken, want ik wil niet te lang hangen. Doe even dat zoetsappige shirtje uit, zodat ik even die speeches kan bekijken. Dit is toch wel een goede representatie van hoe ik eruit zie, toch? Ja, toch? Ja, toch? Top. Ripped. Ribbity, ripped. Doe even die hoed af. Die antwoord ga ik niet bevragen. Kijk, jongens, welke chapsel hoort bij me? Shit, ik ben nu blond, hè? Nee. Gezichtsbeharing doe ik niet aan. Heb ik niet. Ik moet een chapsel hebben. It's a me. Is dit accuraat? Jongens, is dit accuraat? Jawel. Het is niet witter, nee. Een hoed. Een hoed in de tijd. Heb ik dit? Heb ik dat? Jongens, heb ik dit om de mond heen? Klein beetje. Zo, zo. Ja, dikke bok hoor. Gaan we gewoon niet doen. Gewoon kale Jannes. Alleen, jezus, dat hoofd, joh. Doe eens even een ander gezicht. Geen enkele lijkt op mij. Jemig, wat een puntkin. Gameplay is een heel 5 euro. Hey Don, ik ben een redacteur van een nieuwswebsite. Ik wil je een keer interviewen. Zo ja, waar kan dat? Kan ik een bericht opsturen via Instagram? Nee, doe maar via zakelijke mail. Kan je via mijn kanaal komen en dan bij over en dan kan je het vinden. Thanks for the five. We gaan gewoon met dit gezicht werken. Prima. Gezicht. Oogballen. Ik moet even oogballen hebben. Waar zijn de oogballen? Oogballen? Ah. Accessoires? Nee, ik draag nooit kettingen eigenlijk. Laten we eens even een shirt aan doen.
Wat heb ik aan? Een zwart shirt met een meeuwtje en een vestje. Zijn er zwarte shirtjes? Is dit een beetje accuraat? Is dit... Nee. 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 Hallo? Het is een zwart shirt. Kan er ook nog een vest overheen? Sweatshirt, colberts, polo's, gilets. De burger. Shit. I fucked up! Zit hier een zwarte tussen? Is prima. Probeer op dit moment gewoon even een poppetje na te maken, of mezelf na te maken, zodat we een beetje een idee hebben. Alleen, ja, ik wil ook weer geen colbert, een sweatshirt. Is dat een beetje, ja, welke kleur is dit nou weer? De schaal is dit. Weet je wat, we doen gewoon dit, oké? Okay? Wat voor broek heb ik aan? Niks. Oké, okay, top. Nee, geintje, ik heb wel een broek aan. Sok de broek. Zit er een leuke jeans tussen? Kippendijtjes. Nom nom nom. Wat is dit? Dat is een normaal broekie. Deze zag er ook best wel geinig uit. Draai eens om. Bovenbeentjes. Sir Dingleburger heeft zojuist geabonneerd. Dankjewel, Sir Dingleburger. Burger. Ah, dit is op zich een prima broekie. Ja, ik bedoel, het... Alhoewel, dit is ook wel... Dit is wel lit. Ja, ik heb een beetje een donkergrijzige broek aan. Ja, yeah, dat is prima. Shoebies. Waar zijn de lit-ass shoebies, man? Instappers, platte schoenen, sandalen, sloffen, hakken, sleehakken, gimpen. Laarzen, gimpen. Deze zijn wel lit. Ook al zijn dit totaal niet degene die ik heb, hoor. Maar... Ik weet niet, die zijn ook gewoon... Ja! Honken, honken! Het lijkt er ook gewoon nergens op. We gaan hem gewoon dan een beetje creatief doen. Wit? Wit is prima. Wit is fine. Bruin is ook wel dope. Ik vind bruin wel vet. Flapzak 3000 met een 5 euro. Poepen is lekker en gratis bovendien. Nou ja, als jij... Als jij zo je 5 euro wil besteden, Flapzak, dat vind ik geen enkel probleem. Dankjewel Mysterion voor het abonneren. Tyler met de 6 euro. Ik ben er weer, Don. Ja, nu moet je even nokken, hoor. Nu gewoon niks. Nu wil ik niks. Ja, dit is gewoon allemaal prima. Al die outfits. Oké, behalve deze. Kijk, is dit festief? Of feestelijk? Dan gaan we even niet zo'n cheesy outfit doen. Mannelijk formeel. Oké, ik heb dus een compleet andere definitie van formeel. Combinaties. Oeh. Dit is prima. En we doen het gewoon even snel. Oké, eigenschapjes. Dus daar van camera even voor. Huppakee. We hebben... Creativiteit, dier. Gezin. Kennis, fortuin. Liefde, locatie. Wat is locatie nou weer? Bonus uit thuisbasis. Worden blij wanneer ze in hun eigen buurt zijn. Oké. Natuur, populariteit, sportief en voedsel. Ja, ik ben YouTuber geworden voor de flappen natuurlijk. Hè. Het is niet alsof ik filmpjes maken leuk vind. Het is gewoon geld, geld, geld. Allemaal geld. Geld! Het draait allemaal om de centen. De bakken met centen. Ja, deze heeft wel inderdaad een bolle harses. Wacht, ik trek even die wangen naar binnen. Kan dat? Trek die kaaklijn naar binnen. Voorhoofd moet groter. Top. Zoiets. En de kin iets meer naar binnen. Zo. Oké, top. Geld. Gaan we dan voor Villa Baron? Of gewoon enorm rijk? Succesvolle carrière. Ja, maar dat gaat niet helemaal
gedeeltelijk met... Haha. Snap je? Met huisdieren thuis. Dan ben je ook weer weg van huis, et cetera, bla bla bla. Kennis. Wat hebben we hier? Meester vampier. Don't give a shit. Wizgit. Wilt alles weten van computers, van het spelen van games tot carrières. Kijk. Renaissance sim. Wilt onmiddellijk in veel dingen goed zijn. En een nerdbrein. En wat hebben we bij dier? Is gewoon dierenvriend. Oké. Nou, we gaan voor de Wizkid. Eigenschappen. Selecteren. We hebben actief, creatief, geniaal, grapjas, heethoofd, niet flirterig, romantisch, somber, vrolijk, zelfverzekerd, boekenwurm, fijnproever, kunstliefhebber, muziekliefhebber, nerd, perfectionistisch, ambitieus, gestoord, hondenliefhebber, houdt van buiten, kattenliefhebber, there we go, kinderachtig, kleptomaan, lui, materialistisch, netjes, onhandig, preut, slon, snop, veelvraat, vegetarisch, bindingsangstbro, einzelganger. Voor als je zelf een keer een expansion pack wil kopen, Sims 4 spelen terwijl je een stream over Sim. S4 kijk en dat terwijl je 24 bent, succes met je stream. Vijf donnies, zojuist in mijn keelgat geschoven door Love Aragorn. Ja, ik bedoel, als kijk je naar Sims, werkt het heel aanstekelijk. Ik zag het ook bij iemand anders. En toen zat ik ook van, godverkurk, weet je, ik wil ook spelen. Dankjewel voor de 50 euro's. Jongetjes en meisjes, eventjes een paar hartjes, applausjes, blije gezichtjes in de chatroom. Voor Love Aragorn. Dankjewel. En hebben we daarna later van, met 3 euro. Hallo mensen van DonGamesNL. Later een Jodio. Later mensen GamesNL. Later. Als dat Linktijger is. Gaan wij even een koude cracken wanneer de tijd rijp is. Top. Dankjewel. Wat is dit? Heeft een hekel aan kinderen? Ja. Oh mijn god. wat is de laatste actief grapjas? Ben ik een grapjas, jongens? Ben ik geniaal? Of ben ik perfectionistisch? Oké, de laatste mogen jullie invullen. Ik heb kattenliefhebber en ik heb nerd ingevuld. Wat is kies er één. Ik skip er gewoon of ik klik er gewoon een beetje langzaam doorheen. Zodat jullie kunnen kijken. Deze grapjes. Romantisch, zelfverzekers, grapjes, kinderhater. Ik zie voornamelijk grapjes er voorbij komen. Lekkere grab, yes. Oh my god. Oké, dat is dat. Hallo. Ik heet... Don Boktor. Topper. Maar wat moet je voor de rest? Dan moet je gewoon... Oké, we kunnen zelf een kat maken, volgens mij. Wat is dit? Occulte sim toevoegen. Sim met galerij. Genen spelen. Huisdier toevoegen. Mixras. Hond. Kat. Ik ga even gluren. Oh my god! Hij heeft een hoodie aan. Welk ras is dit? Een gemengd ras. Oh wacht, we hebben hier. Abessijn. Amerikaanse stompstaartkat. Die zijn wel cute hoor. Kijk, die hebben zo'n kort staart. Oh, hij gaat rollen. Oké, wat hebben we hier? Dit is een Amerikaanse langhaar. Legt even een barfje neer. Topper. Doe even die trui af. Amerikaanse korthaar. We hebben Amerikaanse draadhaar. We hebben Balinees. Bengaal. Heilige Birmaan. Zwarte kat. Bombay. Razul met de 3 euro. Haha, dit brengt echt nostalgie naar boven. Vond je serie op D&D het leukst? Op GameNeer kwam mevrouw D er altijd doorheen tetteren. En ik moest altijd mijn geluid veel zachter zetten. Probeer anders om nu wel politie te worden en succes met de wc-struggles. Komt goed, dankjewel. Ik denk niet dat we politie zullen worden. Ik denk dat we gewoon voor de
hoe heet het, zullen gaan. De streamer. De gamer van het huis. Een fucking wasbeer, jongens. Het is een wasbeer. De Schotse vouwoorkat. Kijk, jongens. Het is... Godverdomme, mijn camera. Sok de poes. Godverdomme. Fucking Sok de poes. Wacht even. Oké, badabadabab. Ja, ik hier wel even. Ik bedoel, ik vind... oh, shit. Hoofdvorm. Shit, wat was het ras nou? Shit. Hoe kies ik het ras ook weer? Hoe kom ik... Hoe... Komt Shaha Edon lekker bezig. Dankjewel, Silly Dutch Girl, voor de 10 maanden sub. Dankjewel. Ik weet niet meer hoe ik bij ras kom. Hoe kom ik bij ras? Wat nou als ik niet voor de... Oh, kijk. Voor een of andere reden werkte niet. Goddamn, het is nog best wel geavanceerd. No. Oh, dit is vachtkleur en shit. Ja, dit lijkt wel op de kat van Lyric, joh. Oké, ik verwijder de kat. Ivan Boys, dankjewel voor het abonneren. Thank you very much. Kaaskop, 1997 met 5 euro. Hallo, daar ben ik weer, man. Blijf niet lang morgen... om 4:30 er weer uit. Mag ik trouwens weer in mijn gang gaan? Voor mijn part doe je ding. Ik ga lekker spelen. We gaan gewoon katten adopteren als we die gewoon zeg maar tegenkomen. Dus we gaan spelen. Boktor. Prima. Meer Arkdon met de 3 euro. Hallo mensen van Don Games NL, Yodio, later en later van Games NL, Yodio, later, meer Ark Games NL, later. Hey, dankjewel makker. Wil je meer weten over intracken? Nee, het zal me eerlijk gezegd een worst wezen. Wat hebben we hier? Dus de stad. Op zich, een appartementje lijkt me best wel dope. Maar ik ben ook benieuwd wat dit gebied is, zeg maar. Dus even kijken. We hebben hier Snorharenwerf. Staarteind. Sims kunnen niet op onbewoonbare kavels wonen. We hebben daar sportruimte. Het is gewoon een huisje. Dat kost me fucking 19 kop. Hoe moet ik dan... Er zijn echt fucking weinig kavels. Tenminste, er zijn wel kavels, maar dan moet je zelf er wat van maken. Zullen we er zelf wat van maken? Ik wil even kijken wat er bij dit huis is. Kan ik niet kijken? Kan ik niet gewoon even kijken? Zo, joh, laat even zien hoe het huis eruit ziet, weet je? Ik heb echt geen zin om zelf een huis te maken, namelijk. Ik wil alleen, zeg maar... Fuck it, we gaan even terug. Kies een wereld. Wat is dit? 2 van de 3 eenheden beschikbaar. Wekelijkse huur, 500 euro. Borg 1000, inrichting 14 kop. Dus dat komt neer op zo'n... Nou, 14.000. Dat is wel een knus appartementje. Dus dit? Oh, die kan ik ook nemen. Zullen we ons gewoon voor dit gaan? Deze is wel geinig. Dit is een kleine kamer. Grote kamer. Ik bedoel, een kat hoort niet echt in een appartement, maar gewoon... We doen dit gewoon eventjes
voor de fucking... Snap je? Mooi. Torredin heeft ze juist geabonneerd. Dank je wel. Deze is wel veel goedkoper. Levendige buren. Dit is een opknappertje. Op zich, opknappertje is ook niet verkeerd. Prima, we gaan voor het opknappertje. Hebben we ook nog wat geld over. Deze locatie is ongelooflijk goedkoop, verdacht goedkoop zelfs. Het lijkt wel alsof de huisbaas het gratis weggeeft. Nou... Mijn camera stond ervoor, dat was het. Een geweldige plek om te laten zien hoe handig je wel niet bent. Totaal niet, maar we maken er wat van. Verhuizen, is er gemeubileerd. Ja, wekelijkse huur 300. Dat kan ik me vast wel veroorloven. Doe motherload voor 50 kop. Ja, hey, doe je? Het is gewoon niet leuk om te cheaten. Gewoon het eerste wat je doet als je fucking Sim speelt is gelijk een cheat invullen. Echt van dat fucking verslaat een beetje het doel van de game. Kaaskop met de 5 euro, dank u. Het eerste nummer is There's nothing on the TV, nothing on the radio that I can believe in. There's nothing on the TV, nothing on the radio that I can believe in. I'm watching America. There's panic in America. Oh, there's trouble in America. Oh, there's trouble in... Of there's panic in America. Oh, wat is dit? Nee, dit snap ik. Hallo. Oh shit, hoe werkt de camera ook weer? Hoe werkt de... Hoe ga ik met mijn camera omhoog? Ik weet niet meer hoe de camera werkt. Screenshot vastgelegd. Kut. Hoe ga ik een top de... Oh, zo ja. Oké. Hey, it's a me, Mario. En ik ga gelijk tv kijken. Waar is de computer? Laten we even lekker een beetje... F1 was... Oké, okay, F2 was dit. Vergeet niet om je huur op tijd te betalen, wordt gelijk gezegd. Bouwen, I don't give a shit. Laten we dit wegmieteren. Prullenbak is prima daar. En dan gaan we hier ons werkhokje van maken. Maar dan moet ik eventjes een bureau hebben. Klassieke houten, ruimtebesparend, ijzig oppervlak. Gewoon een normaal bureau hebben. Tekenbureau, groot bureau. Gewoon een normaal bureau. God damn man. Dit is prima. Is fine. Ja, ook eigenlijk lekker boeien. Zo, prima. Zodat we daar een computer op kunnen zetten. Respectabele normale computer. Kunnen ook gelijk voor de Ghostwriter, maar dat is wel een stap omhoog. Alleen krachtige. Dat is wel echt een flinke investering. Laten we gewoon van de respectabele normale computer maken, of doen. Want ik weet niet in hoeverre we nog, zeg maar... snap je? Ik weet niet in hoeverre we dingen nog moeten renoveren of wat dan ook. Bureaustoel daar. Top. Zullen we ook even anders levendig doen? En gewoon een... Top, what the fuck heb ik gedaan? Oké. Fuck. Nou, dat is zo. Ik was eerst met Sims 4. Bij mij staat hij dag en nacht aan. En nog 10 euro voor een kleine expansion. Kijk, trouwens, ik bedoelde dat ik 24 was, als je dat niet begreep. Dat begreep ik. Dat begreep ik. Dankjewel. Oh, hier staan ook gewoon planten. Oké, waar waren we gebleven? Dus, Luc met de 3 euro, gooi even een SO naar mijn homie Janneke. Jezus. Je kan het ook gewoon lief vragen hoor, dan ben Yo, ik eerder geneigd. Yo, je bent een super vette YouTuber en livestreamer. Lekker alle streampies kijken als ik tij. Ga zo door, pik veel succes en gameplezier, dat Jeffy. Lekkere streampies kijken. Die computer mevrouw die zegt het altijd zo leuk, streampies. Prima, lampen zitten overal in. Het is wel echt een
crackkeuken, moet ik nou zeggen. Love Ergon met de 10 euro. Ik was eerst met de Sims dag en nacht aan. Nog 10 euro voor een kleine expansion pack trouwens. Ik bedoel dat ik 24 was, als je dat niet begreep. Ik begreep het. Dankjewel. Wat BB move objects on? Hoe doe ik dat ook weer? Shit, wat heb ik gedaan? Wat was ook weer? Zeg maar niet command. Ctrl-Shift-C toch? Was het Shift-C? Alt-Shift-C? Ctrl-Shift-C is bij mij screenshot van Giazo. Hoe kut is dat? Oké, dan kan het niet. Geen zin om dat aan te passen. Ivan Boys, dankjewel voor de 10 euro. Top. Oké, streamkamertje. Even een postertje op de muur knallen. Een postertje. Heb ik hier een poster? Is er geluidsisolatie shit ook in deze game? Wacht, isolatie. Ga ik even mijn studio proberen na te maken. Waar zijn tientallen lege kartonnen dozen? Kartonnen doos. Niet beschikbaar. Ja, dope. Top. Oké, let's leave. Wat een kinderkast, by the way. Lekker een poster. Zitten we lekker tv te kijken, hoor. Kan die niet nog even wat meer naar... Nee, als hij hier staat, staat hij een beetje ontvankelijk. Ik wist niet dat dit open was. Het is blijkbaar open. Keetje, met de 3 euro. Die zegt geld. Dankjewel. Dankjewel. Kaaskop, ik heb echt geen idee wat zeg maar het nummer is. Als ik hem hoor, dan weet ik het, gegarandeerd. Maar nu weet ik het gewoon niet. Wacht, laten we anders... Hoe draai ik hem ook weer? Zo. Ik vind dit doper. Kaaskop, Razorlight America. Ah, oké. The lights will guide you home and ignite your bones. And I will try to fix you. Tears come streaming down your face when... You lose something you cannot replace. Tears come streaming down your face and I... Als ik niet op de melodie kom, weet ik het ook niet. I don't know, man. Oh my god, Ellen Kok. Hey Don, ik wil je graag een keer ontmoeten of in een van je video's. Ik heb ook een vraag. Hoe word je zo beroemd op YouTube? Gewoon video's te maken. En dat was hem. Top. Dankjewel, hè. Hey. Dankjewel, hè. Keer ontmoeten. Ja, dan, ik bedoel, ik heb wel eens meerdere meetings gedaan door het land heen. Dus daar zou je dan een keer naartoe kunnen gaan. Dus dat is voor het ontmoeten. In een van mijn video's gaat niet gebeuren. En hoe word je beroemd op YouTube? Door gewoon lekker aan het werk te gaan. Dat is eigenlijk het enige waar ik op kan komen. Dankjewel voor de 15 euro. Hartstikke gul voor met je donatie. Hartstikke bedankt. En ja, dat was hem. Hoe komen we aan een kat? Ik wil een Sok de Poes. Of moet ik die gewoon op straat tegenkomen? Lopen hier poezen. Poes de Poes. Oké, die lopen hier hoogstwaarschijnlijk niet. Misschien moet ik daar dan eerst eventjes voor reizen. Hoe reis ik? M? Dat was hem. Had je in die andere buurt moeten wonen? Wat? Kan ik niet gewoon een poes adopteren uit het andere gebied en dan hier naartoe brengen? Is dat niet een idee? Of had ik hem dan per se moeten maken? Kattenhangplek. Ook een kattenhangplek? Dat niet. Dat ook niet. Laten we daar naartoe gaan. Wie neem ik mee? Wie de fuck ben jij? Oh, jij bent mijn huurbaas.
katten. Zouden hier katten moeten zitten? Hé, hey, kijk, het is een visplek. Kat, 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 kat. Is dat een katta? Takka, takka! Waarom de fuck betaal ik $21? What the? Gaat gelijk weer aan de drank, hoor. Wie ben jij? Nee. Waar zijn de katten? Mauw. Mauw de poes. Dat is een hond. Dat is een bord. Dat is een lamp. Waar de fuck zijn de katten? Hallo? Kat de poes? Nou jongens, ben ik nou zo beduzeld of ik zie gewoon nul katten. Waar zijn de katten heen? Ik wil een zwerfkat adopteren. Maar dat kan gewoon niet. Ivan Boys met de 5 euro. Super duper vet, leuke, geniale, droge, grappige YouTuber. Ga je ooit nog een keer zo'n verhaal vertellen zoals je ooit eens hebt gedaan in een mediamarkt? Een kat! Sorry, even kijken. Vriendelijk groeten, Ivan. Verhaal zonder dat man. I don't fucking know, man. Moet je kijken, het is Sok de Poes. Maar eigenlijk heet hij Freddy. Dat is wel echt een perfect. Kijk, er komt er nog een. Met de grootste snelheid ter wereld. Deze is ook wel cute. Kaya. Kaya is cute. Kaya is cute. Aardige introductie. Yep. Mwion. Waar ben ik? Ga even 3-dubbele snelheid naar die Sok de Poes. Gewoon 0 zeer. Oké, okay, daar gaat hij. Mwion. Hey. Hallo. Oh, wacht. Deze moet ik even open doen. Ik moet ze direct naar de wc. Wat is dit? Zaken in eigendom. Wat? Kaya vindt me niet aardig. Poes, poes, poes. Poes, poes, poes. Ja. Oh, je wilt geaaid worden? Oké, okay, jij. Haal die hond weg! Ruu, ruu, ruu. Kaya is verwend. Hé, hey, top, hè? Kom hier, Kaya. Koentje met de 3 euro. Don, als je verder bent, maak dan iemand van D&D en ga samenwonen. Gun mij en Bram van Hel en Esso. Tada. Hey, ik ben kennisser geworden met Kaya. Kaaskop met de 5 euro. Coldplay Fix You. Oh, dat nummer van Coldplay ken ik niet. Als je het eerste deel zingt, dan kan je misschien weten. Misschien. Volgende is... it's the way I'm feeling. I just can't deny. But I've gotta let it go. We found love in a hopeless place. Found love in a hopeless place. We found love in a hopeless place. Hallo, Kaya. Ik wil mijn vriendschap aanbieden. Kom terug. Hoe triest is dit? Ga achter die kat aan, kut! Ja, tuurlijk, je gaat gewoon even lekker een uur stilstaan. Ga achter die kat aan nadat je geplast hebt. Want blijkbaar zit dat zodanig dwars dat we nu gewoon Kaya de kat kwijt. Ah nee, daar is ze. Ze verdween. Of zit ze op de boot? Het is gewoon letterlijk met de boot naar. Vuurtoren ging. Of zo. Shit!
Wat is dit? Graven. Deanna met de 3 euro. Hey Don, ik ben terug van vakantie. Was super. Je krijgt de groetjes van Tutankhamon. PS, groetjes aan Lot. Groetjes aan Lot. Groetjes terug. Ik doe een voorspelling dat ze de groetjes terug doet. Wat? Kutte! Het is een kat met een hoed. Een hoed in de kat. Een hoed in de tijdkat. Het is burgemeester Snorhaar. Ren erop af. Oh, jij onnozel karakter. Minkukel. Blijf ook gewoon maar staan. Zet eens wat vaart in die benen. Jij ongeïnspireerde kakhoofd. Ik wil door de kat met de hoed. Oké, is dit een zwerfhond? Blue. Nee. Wat? Je gaat met een hond spelen. Tief op met dat kevertje. Ik wil een sok de poes. Wie is dit? Ik weet niet, hoe heet die? Fleur. Fleur! Come to me, Fleur. Ik beloof je veel brokjes en speelgoed. Kom op. Schiet nou eens op. Is mijn karakter beukt of zo? Schiet nou eens op. Of die kat is bezet met zeg maar een activiteit. En gaat het daarom niet doen. Maar. Kom op dan. Waar is mijn karakter nou weer? Gaat hij daar naartoe? Jee. Oh, dit spel is zo niet responsive. Ja. Ja, Fleur is een lieve poes. Nee, kom terug. Ik wil je aaien en leren kennen en lekker nij geven en lekker adopteren. Ja. Don is net vrienden geworden met Fleur. Fleur de poes. Oh, ze durft niet. Oh nee, ze wil wel. Ja. Fleur is pluizig. Dat is gewoon letterlijk een eigenschap. Pluizig. Ik zie adapteren. Ik zie borstelen. Door pluizige kat. Oh, dat moet ook. Oké. Okay. Spoel door. Even kijken of ze de adaptatie accepteert. Oh, weet je zeker dat we... Ja. Fleur de poes. Of poes met een hoofdletter. Fuck it. Fleur de poes. Raf en Patrick, dankjewel voor het abonneren. En volgende is, it's the way I'm feeling, I just can't deny. It's the way I'm feeling, I just can't deny, but I've gotta let it go. Found love in a hopeless place. Geen idee, maar Fleur de Poes bestaat. En welkom bij de familie. Ja, oké, dan gaan we nu naar huis, oké? No, Fleur de Poes. Mjong, mijn camera kan het geen eens bijhouden. Schiet op, een onnozel camera ding. Kijk er gaan, Fleur de Poes. Ze duikt het bosje in. Fleur, oh. Oké, top hè. You found love, Rihanna? Ah, oké. Hey. Het is Fleur de Poes. En de buurvrouw. De verdomde buurvrouw. Oké. Shit. Wacht. We moeten natuurlijk wel een beetje voorbereid zijn op het kattenbestaan. Rihanna en Calvin Harris, We Found Love. Oh, ja. Ik luister nooit echt naar Calvin Harris of naar Rihanna. Dus dat houdt dan al gelijk op. Hier, kattending. Even kijken, dit is een voerautomaat. Volgende is, de meeste dromen zijn bedrog. Maar als ik wakker word naast jou, dan droom ik nog. Ik voel je adem, ik zie je gezicht. Je bent een droom die naast me ligt. Je rekt je uit. Nee, wat? Je kijkt me aan, je rekt je uit. Nee, ja, et cetera.
Dat is Marco Born Santo. Kattenappartement is wel een beetje sneu. True. Maar ik wilde even meerdere dingen in één pakken. Als in, een appartementje lijkt me wel geinig en ik wilde een huisdieren proberen. Ook al is het zeg maar, zou ik het niet in het echt zo doen? Kan het hier op zich wel. We gaan voor een, even kijken, moderne voederbak of een blaf en miauwtastische voederbak? Nee, flikker op. We gaan voor de moderne voederbank, een bak. Daar oké. Ik weet niet hoeveel ruimte ik in mijn keuken heb. Niet echt denderend veel. Ik denk dat hier op zich wel een prima plek is. Anders tegen die buis aan, maar dat is echt complete ruk. Zoudig wat met de reurepuk. Bij deze wil ik mijn excuses maken voor de stream van vrijdag. Mijn Twitch liep vast op mijn telefoon, waardoor ik dacht dat je resources verkocht. Kan ik me even niet herinneren. Maar dankjewel. Even kijken, we moeten ook even kattenbak hebben. Wat is dit? Kattenbak baklaser. Zelfreinigde kattenbak. Oh, dat is wel luxe. Katsenpoepie. Of Mr. Piepie kattenbak. We noemen anders wel kittige kattenbakotiek. Wat is dit? Deze automatisch zelfreinigende kattenbak heeft de nieuwste robotsensortechnologie. Compressor, mechaniek, gehalte, systematiek, laser, mechaniek, druksensor, krukas. Schoonmaken is een eitje, je hoeft hem alleen maar af en toe te legen om de systemen in beweging te houden. Oké, okay. Dat klinkt wel geinig. Waar zullen we de kattenbak doen? Niet naast de voederbak, dat is echt naar. In mijn studio, dan gaat het ook zo rieken. Rieken van de kak. Anders hier, hier in de hoek. Dat is een mooi plekje voor een kattenbak. Oké, dan moeten we ook nog even iets van een krabpaal en dergelijke hebben en wat speeltjes. Ja, zet gelijk een kasteel neer voor de beest. Even kijken. Carpet. Coniferen kattenboom, sowieso. Dit is toch zo'n krabpaal en zo'n soort podiumpje in één. Dit is ook wel een leuke. Jezus. Laten we dit gewoon doen. En dan rachen we die hier neer. Zo. En dan uiteindelijk doen we... Is er ook nog een bedje? Wat is dit? Vergroot dierenslaapstation. En we hebben een dutjes tijd dierenbed. Dat is wel cute. We doen het dierenbed dan hier zo in het hoekje. Zo. Maar OCD. Dat is gewoon hier. Ik weet niet, wat is handig? Geen idee. Het is wel geinig als de kat daar slaapt. Oké, dan zijn we hier speeldingetje. Vaandelsbakkie. Ik weet niet of er nog meer nodig is. Holy shit, wat is dit? Hindernis slalompalen. Ja, dag. Hey, doe je. Oh ja, speeltjes. Piep, piep, pieperst. Zit kattenbegoochelaar. Many spooks for the cat. Hoe werkt dat? Wat is het? Het is gewoon een stok, toch? Ja, die leggen we dan wel even hier neer. Zo. De kattenbegoochelaar. En nog een ander speeltje. Piep, piep, pieperst. Maar we doen deze wel, zo. Yeah. Yeah. Volgens mij zitten we nu goed, toch? Kaaskop met een 5 euro. Marco Bezaten, dromen zijn bedrog. Volgende is... Het dondert en het bliksem en het regent meterspier. Oh, het is zo'n nummer. Het dondert en het bliksem en het regent meterspier. Het wordt dus pompen of verzuipen, dat is de enige manier. Om de juiste koers te varen met de wind in onze rug. Het is iets met meterbier, drankorgel, mensen. Zuip, 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 stampen, jolige muziek. Iets in die geest, dankjewel.
Love Aragorn met de 3 euro. Tippy van een hardcore speler van de Sims 4. Als je rechter muisknop op het plaatje van je karakter, je kat of persoon, dat links onderin staat, doet, dan blijft de camera op dat karakter staan. Maakt niet uit waar die heen gaat. Oké, okay, top, dankjewel. Dat is wel dat is een handige tip inderdaad. We gaan verder. Kan Fleur de Poes... Waar de hel is Fleur heen? Fleur? Fleur is buiten! Oh, Fleur gaat even checken bij de lokale noedelstand. Geinig. Fleur gaat even lekker op tafel. Ja, 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 ja. Ik kon dus wel even wat eten voor mezelf klaarmaken. Bak 5000 tosties. Tosti. Eerlijk, die keuken ziet er wel fucking crack uit. Die koelkast ook. Kookvaardigheid geleerd. Oh my god. Even voor de YouTube mensen onder ons. Mijn koffie is koud. Zou jij vaker Sims 4 willen zien? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Bak vullen en Fleur roepen om te eten. Ik weet niet of Fleur trek heeft. En Fleur trek? Fleur die gaat even met de lift omhoog. Waar is Fleur? Fleur de Poes. Fleur? Fleur? Oh, die zit zeker in een trappenhuis omhoog te lopen of zo. Fleur de Poes. Wat is dit? Wat is dit ding? Verbetering. Don Boktor heeft niveau 5 handigheid, vaardigheid en deze upgrade toe te voegen. Oh, is dat een upgrade aan, weet ik veel. Nou, is het een lekkere tosti makker? Top. Fleur de Poes, kom eens hier. Komt Fleur alweer terug? Fleur de Poes. Oh, Fleur. Kom eens hier. Ik moet je even borstelen, want je bent pluizig. Kom eens hier, Fleur de Poes. Ja, lekker kattenborsteltje. Oh, ja, 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 ja. Ja, dat, oh, ja. Hoor die mouwtjes. Oh, die hoorde je niet. Oké, okay, top, hè. Hey, top hè. Oh, oh, oh. Ja, maar durf na. Fleur, ik gooi ook gewoon even je bak vol. Dan heb je tenminste ook even wat te eten. Kaaskop met de 5 euro. Guus Meeuwis, het dondert en het bliksemt. Dat was het inderdaad. De volgende is... Ja, godverdomme. Dat is ook weer een Guus Meeuwis. Een Guus Meeuwis... Ja, kadekadeng, weet ik veel hoe die track heet. Iets met... Ja, het zal wel. Huisdier Simstagrammen. Ja, laten we bij... gelijk... een Instagram-account maken. Oh, kijk eens aan je bakjes voor lekker smikkelen. Fleur de Poes. Sebastian, 3 euro. Jodon, ik heb heel veel plezier als ik je video's bekijk. Je bent echt top. Ga zo door, grap. Hé, hey, dankjewel, hè. Laten rondsluipen. Je huisdier kon blijkbaar niets vinden. Probeer het in een andere wereld. Ah, oké. Okay. Frival. Oh, dat. Oh, gaat je spelen met de... ze is bang van de computer. Of niet? Oh, nee. Een stoel? Is een stoel? Verwennen op bank. Oh, kijk nou hoe cute. Kijk nou hoe cute. Ze is nog niet bang van de computer, toch? Oh, dan gaat ze daar zitten. Is hier überhaupt wel een raam? Waar ze bijvoorbeeld naar buiten kan kijken? Oké, dat is een verdieping. Dat is een teringrote muur waar je naar zit te kijken. Laten we even een
mokergroot raam daar neerzetten. Weet je, dat is lit. Bijvoorbeeld zoiets. Oké, dus misschien iets te groot, maar je snapt het idee. Oké, misschien moeten we dat ook gewoon niet aan de... Waarom kan dat niet? Waarom kan dat niet? Kan niet in appartementen. Oh, kut is dat. Dat is echt zonde. Nou ja. Ja, dan zit je gewoon even tegen de muur aan te kijken. Doen katten ook wel eens. Ook best realistisch. Oh, wat zit je te mouwen? Of heb je een haarbal of zo? Nee, nee. Je hebt wel veel rinkeltjes op je voorhoofd. Oi. Wat ga je doen? Eigenlijk op de aanrecht zullen we dat even niet doen? Oh, op de koelkast. Dat deed Puk ook altijd. Wat is dit? Zoals alle huisdieren kan Fleur een onverklaarbare obsessie ontwikkelen voor dingen rondom het huis. Houd je pluizige maatjes goed in de gaten om hun unieke interesses te ontdekken. Is fucking Fleur de poes hetzelfde als Puk, die ook altijd op de koelkast ging? No. Oh, oké, dit is misschien niet de meest charmante foto voor een Simstagram. Stop. Kan ik hem ook gewoon cancelen? Rechtermuisklik links. Alt. Klik. En zo. Jangelen. Robin met de 3 euro. Don, ik ben al een sub vanaf de 100k. Ik ben een groot fan. En ik hoop je een keer. Ik hoop dat je zo lekker door blijft gaan. Komt zeker goed. Dankjewel. Nou, hey. Fleur. Eigenlijk is het niet echt. Echt zo handig dat je. Kom maar lekker op de bank. Zo, flinke sprong hier. Hallo, past u op. Kom maar even gezellig op de bank zitten, oké? Okay? Kom er lekker bij. Oh, oké, okay, top. Dan ga ik opeens slapen. Fleur de poes. Waarom is claimen een ding? Nou, dat was een lekkere korte slaapsessie. Oh, Fleur de poes. Aaien. Oh. Klote camera. Waarom heb ik een bril op? Waar komt die bril vandaan? Fleur een naaktpoes? Waarom moet ik er dan borstelen? En is ze pluizig? Dat klopt niet. Waarom is er iemand boos? Fleur de poes gaat lekker slapen. Nu of toch niet? Welke knakker ga ik nou weer praten? Die gast is boos. Oh, de lokale dorpsgek is boos en daar ga ik mee praten. Hé, hey, top. Hoe de fuck? Je hebt 10 euro gedoneerd, alleen de text-to-speech ging niet af. Nou ja. No, lekker slapen. Fleur de poes. Fleur de poes kwam op bed. Ja, Fleur is een levendige poes. Oh ja. Oh, lekker slapen. Oh, ja, ja. Oh. Lekker op de ruggetje. Oh, heerlijk bedje. Kaaskop met een 5 euro. Guus Meeuwis per spoor. De volgende is... But suddenly the words drop out. I'm naked as can be. Try to stop them, but I don't know how. It's written all over my face and everyone can see. You finally know I love you now. What the fuck is that? Geen idee. Love Aragorn met de 10 euro. Ik hou niet zo van blauwe duimpjes geven op video's met 10 euro. Weer van een expansion pack zou ook een antwoord moeten zijn, toch? Ik denk het wel. Dank je wel.
En Sebastian met de 3 euro, daar ben ik weer. Leeft Puk de Poes nog, of hoe zit het? Nee, Puk de Poes die leeft al een aantal jaar niet meer. Die hebben we moeten inslapen. Even doorspoelen. Moet ik wakker worden? Nooit. Gaat ze nou zitten terwijl je wakker wordt? Ik ruik niet naar tonijn. En dan gaat ze weer slapen. Af en toe even checken of ik wakker ben. Hoe kan ik de camera angle aanpassen terwijl ik zeg maar... Camera besturing. Gezichtspunt draaien. Ja. Sims 3 camera. Ik bedoel, kijk, ik wil zeg maar wel van bovenaf. Alleen moet ik zeker met T. Was dat met T? Is dat T? T of A? L? L? N? 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 T? N? T. Fucking camera. Waar staat het? Misschien Alt F4. Oh ja, dat zal het zijn. Huh. Tap. Oké. Okay. Oh, ze wacht echt uren. Fleur de Poes. En dan gaat ze weer slapen. Jammer. Alle Jezus nog een toe. Ik moet me toch even een partij zeiken. Dan ga ik zo direct even dat bakkie legen. En dan ga ik uiteindelijk het bakkie weer vullen. Zodat Fleur de Poes lekker kan eten. Heb ik serieus, is dit mijn enige vuilnisbak hier? Waarom heb ik niet een vuilnisbak in mijn keuken? Hoe crack is dat? Oké. Okay. Fleur, eten! Oh ja, eten. Ja, 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 ja. Ah, rugpijn door goedkoop bed. Dat matras was hard, leek wel beton. Hoe kut is dat? Je hebt rugpijn. Dat doet best zeer. Toch is het koud. Miss Montreal, love you now. Of tenminste, Kaaskop zegt Miss Montreal, love you now. Volgende is... Hier ben ik veilig. Hier ben ik sterk. Hier ben ik heilig. Dit is mijn kerk. Dat is bluff. Alleen, ik weet niet welk nummer. Oh, hoor je de piep-pieps? Woep. Cute. Dat is wel cute. Alleen, ik weet niet welk nummer dat is van Bluff. Het is gewoon... Hier ben ik of zo? Van Bluff? Thanks. Robin daarvoor met de 3 euro. Hi Don, nog eens 3 eurotjes. Ik had een vraag. Heb je al iets in gedachten als je 1 miljoen aantikt? Nee, want dat duurt echt nog een fucking eeuwigheid voordat ik überhaupt de 1 mil heb aangetikt. Dat duurt sowieso nog een jaar. Dus ik kan het gewoon letterlijk een jaar kan ik het nog uitstellen. Ik heb echt nog 10 kop. Kan ik niet gewoon even een beter bed kopen? Een beter bed. Even een opening van 20.000. Flikker op. Een lekker bedje. Rustiek bed. Dubbele slaapbank. 2-persoons luchtkussen. Welke hadden wij dan? Geen idee. Dit is wel echt een flinke opening van 20.000.
Nee. Of hadden we deze net? Deze lijkt wel... Dit lijkt wel verdomde veel op mijn bed, joh. God damn. Hadden we dit bed... Hadden we deze net? Volgens mij dan een ander, toch? Volgens mij hadden we een ander. Nou ja. Anders heb ik een dubbele aankoop gedaan. Ik weet het niet meer. Ja, maar andere kleur. Serieus, had ik serieus hetzelfde bed? Hoe kut is dat? Ja, je had een ander. Ja, maar een andere kleur. Huh. Kaas komt met een 5 euro. Bluff hier. De volgende is fixing up a car to drive in it again. Searching for the water. Hoping for the rain. Up and up. Up and up. Down upon a canvas. Working with a wheel. Waiting for a chance to pick your orange peel. Up and up. Up and up. Geen idee. Fuck it, we doen gewoon dit bed. Is er voor de rest nog hier? Ik wil dit kastje hier. Mokergauw vervangen. Dat zag er echt een, als een lelijke pauperkast uit. Deze is wel lit. Maar dit is toch gewoon geen kledingkast. Holy frieten, dat is een grote. Oeh, deze is wel... Deze is wel dope. Oeh, ja. Oeh, die roze poten alleen. What the fuck? Moet dat per se roze poten zijn? Nee, kan ook volledig in de wit. Mooi. Esmee, 3 euro. Hey, je had net gedoneerd, maar dat zag je misschien... Oh shit, serieus? Oh, pop, 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 pop. Even kijken, waar sta je, waar sta je, waar sta je? Hey Don, superleuk dat je Sims Honden en Katten speelt. Ga je er een serie van maken of alleen maar livestreamen? Groetjes, Esmee. En daarna doneer je weer. Oké, sorry. Sorry dat ik hem niet eerder heb gezien. Mijn fout. Ik weet niet. Wellicht ga ik het vaker streamen. Maar voor nu is eigenlijk de bedoeling een beetje... gewoon even low-key op deze manier. Dat is een te grote plant. Dat is ook een te groot plant. Zo. Ja. Oké, even kijken. Even die tosti achterover mikken. Oh, Fleur, wat ben je aan het doen? Wat voer geven aan Fleur, maar je hebt hier een bak. What? Ik aai je wel eventjes. Ja, je bent echt van de koelkast, hoor. En even omhelzen. Omhels Fleur. Oh, kijk ook gewoon. Zag je zijn gezicht? No. Oh, Fleur de poes. Cute. Cute. Wacht, waar is die stok? Met kattenstokjes spelen. Fleur de poes. Fleur de poes. Ik heb de stok. Laten we spelen. Hey Fleur. Hey Fleur. Fucking de ding staat in de weg. Oh ja. Ja, cute. Oh, dat is wel cute. Wat is dit? Dierenverzorging. Oppakken. Outfit wijzigen. Oh, dan moeten we naar de dierenverzorging of zo. Oppakken? Wat houdt dat in? Huh? Welkom in de buurt. Oh, Fleur de Poes.
Wil je zeggen dat er iemand voor de deur staat? Oh, cute. Hallo? God damn. Ik weet niet of dit wel door de bocht heen kan hoor, met zo'n hondenoutfit. Broer, ik ben een kattenliefhebber. Wie de fuck is die andere druif? Hallo? Hey, Wes. Oké, ik zeg gewoon even hallo, Jodio mensen. Fleur de Poes staat achter de deur. Kaaskop met de 10 euro. Waarom werkt mijn text-to-speech niet meer? Ik denk dat mijn text-to-speech even down is. Huh. Dax Boktor met de 3 euro. Als je Sims 3 camera doet, kan je zelf kiezen vanaf hoe hoog je wilt kijken. Vind je echt tof, maar oké, doei. Kan ik inderdaad checken. Fuck it, ik ga ondertussen wel even douchen. Fucking boeien. En daarna Kaaskop met de 10 euro. Coldplay up and up. Laatste. I'll take you to the future. Forget about the past. You can keep all of your secrets. I swear that I won't ask. Let go of all your troubles. I don't care where you've been. The only thing that matters now. Hey, kan het concert ook gewoon even niet op de gang worden gehouden? Stel je druiven. Ik zit hier met Fleur de Poes. I'll take you to the future, forget about the past. You can keep all of your secrets. I swear that I won't ask. Let go of your draw. I don't care where you've been. The only thing that matters now. Geen idee. What the fuck? Om het af te leren, ik ga nu mijn hond uitlaten en naar bed. Ik denk dat ik jouw reactie op mijn 50e. Oero zeker nog wel 5 keer, ga terugkijken, daar heb je toch autisme voor om dat leuk te vinden. Wat? Daar heb je toch autisme voor om dat leuk te vinden? Die snap ik niet helemaal. Maar hartstikke bedankt voor de 25 euro. Jongens, even een... Weet ik veel, een waardering richting Love Aragon voor de donaties. Dankjewel. Hey, what the fuck? Je komt zomaar binnen. Fleur de Poes, val eraan. Zeer geliefd, wat is dit? Fleur is blij en wacht om zeer geliefd te worden. Oké. Okay. Wow, what? Oh. Huh? Oedoedoedoedoe. Ja, cute. Fleur de Poes. What the fuck doen jullie allemaal ineens binnen? Hey! Hobisha. Free bono. Pample peluche. Hooshakapool. Oh, Jorg. Oh. Has a new. Cherie? Soon up. Oh, show up. Fucking random. Ik kijk één keer naar de YouTube chat, zie ik ook gewoon een irrelevante comment erbij. Je bent slecht in Formule 1. Hey, dankjewel YouTube chat voor de leuke comments. Stik erin. Godverdomme. Hoe irrelevant is dat? We zitten Sims 4 te spelen, we zitten Fleur de Poes. Hey Don, even om het duidelijk te maken, je bent slecht in Formule 1. Ouwe zegt dan ook gelijk dat ik slecht ben in belastingadministratie. Dat is ook niet een van mijn specialiteiten. Lekker boeien. Iedereen staat in mijn studio. Hey, wil ik dat wel? Ga uit mijn muffe, kontruikende studio. Oh, je kan ook niet koken. Hey, ja, top. Wrijf er even lekker in. Fleur de Poes. Nee, wilde niet spelen. Wilt wel spelen. Oh, wil jij geaaid worden? En Pechilo. Oh. Wat vuilnis? Zie je er ook nog een troep van te maken? Sodomie erop. Ga weg. Vraag hem weg te gaan.
No, Fleur de Poes vindt Akira Kibo wel aardig. Oh nee, toch niet. Of toch wel. Oh nee, Fleur de Poes. Wacht. Ze houdt niet van tv. Oh, hoe doe ik dat? Roepen om in armen te komen. Gezinnen. Huh. Robin B. met de 3 euro. Speel je eigenlijk nog eens? Oh. Sorry, Love Aragorn. Ik heb autisme en ik dacht dat het een trekje van autisme is. Niet 20 keer terug te kijken omdat je het zo leuk vond. Nee hoor. Dus wat dat betreft hartstikke normaal. Parabop. Oké, dat gaat eigenlijk wel eens gangetje. Kaaskop met de 5 euro. Madcon, don't worry. Dat was hem weer. Morgen omgeving Amersfoort rijden. 2 uur rijden. Heerlijk. Zaterdag misschien naar Doel. Verlaten dorp in België. Zie je volgende week weer. Is goed, ouwe. De mazzel. Robin B. met de 3 euro. Speel je eigenlijk in je vrije tijd nog wel eens CSGO? Nee. Totaal niet. Totaal niet. Het is omdat ik hem nog niet gedeinstalleerd heb. Maar daar zou ik bewijs van kunnen doen. Hey. Zie je? Fleur de Poes vindt Penny niet aardig. Dax Boktor met de 3 euro. Hey, ben ik weer. Ik was vergeten te zeggen dat je bij Sims 3 camera middenmaus button moet gebruiken om je perspectief te veranderen. Leuke stream, by the way. Dankjewel. We gaan eens even kijken hoe dat werkt. Gamecamera. Sims 3 camera. Wijziging toepassen. Even kijken of dat... Oh ja, kijk. Yes. Yeah, baby. Oh, een rechter muisklik is dat. Dit is draaien. Wat was nog meer draaien dan? PSD? Dit was draaien. Ja. Oké, dit is wel weer even wennen, maar... Magucci? Fleur de Poes. Kijk er ook gewoon kijken dan. Fleur de Poes. Jongens, het wordt even tijd voor gezelschap in het huisje. God dang it! Doe er iets leuks mee, Day. Ik ga gewoon alleen maar... Ik ga... Een 19 euro kip... Godverdomme! Weet je wat je ook niet kan? Je kan GVD geen relatie onderhouden. Jemig, waar is Lotte in je apart? Ja, amen. Godverdomme, dat wilde ik net gaan doen. Kurken de kurk. Ik weet even niet hoe ik erbij kom. Werelden beheren, is dat het? Galerij. Hoe kom ik daar? Jongens, hoe kom ik daar? Neil, 19 euro, doe er iets leuks mee. 19 euro aan Kimp Nuggets. En ondertussen, Jeremy met de 50 euro's, 5 donnies, een halve barkie. Godverdomme. In de spiegel? Kan dat in de spiegel? Outfits aanpassen? Dankjewel voor de 50 euro, Jeremy. En daarvoor Neil met de 19 euro. Dankjewel. Jongens, even een kappa / in de chat. Dankjewel. Huh. Ze is op de koelkast aan het slapen. Cute. Xeng. Met de 3 euro. Ben ik nu een echte echo-maan? Wat? Nee. Oké, dit is gewoon totaal niet wat ik wilde. Is het werelden beheren dan? No. Hoe kom ik daar? Huishoudens beheren, dat was hem. Yes. Bijwerken. Ja. Dankjewel voor de 3 euro, Xang.
Ai, chicken nugget met de 10 euro. Zeg iemand daar kip nuggets? Kip nuggets! Ja, dat werd gezegd. Doe die kleding uit. Zo. Huidskleur. Ho, ho, ho. Hallo, ik heet Lotje de Poes. Noem wel Bob Thor ook. Ja. Champsel. What the fuck is dit? Huh? Tattoos. Ik weet niet welke je mooi vindt. Dat is rechts. Is dat links er dan ook? Ik ga ervan uit dat je dit mooi vindt. Hey Griekse Eidon, lekker stream pie met Fleur de Poes. Fleur de Poes? Oké. Dankjewel Timmy voor de 20 euro. God gloeiende. Jongens, wat zijn jullie gul vandaag? Lekker gul de Poes. Nou. Waar is een beetje een kort chapsel? Niet die? Nope. Langer dan dat? Niet helemaal. Nope. Ish. Deze, hoeveel chapsels zijn er? Moker veel chapsels. Nope. Nee. Maar. Dit kan wel. Als hij echt kapot gespoten is met haarlak. Top. Ja, maar. Verdik me. Oh, jezus. Oké, sorry. Dat was te makkelijk. Dat was too easy. Ik weet niet, het chapsel zit er niet tussen. Deze wel geinig. Ja, yeah, deze kan er denk wel mee door. Gezicht ga ik niet al te veel. Fuck, wacht. Wat was je ook kleur ook weer? Groen is? Groen-blauw is. Groen-blauw is. Grijs is. Ja, ik ga niet er al te veel aan stuntelen, vind ik alles te lang duren. Dus kettingen mogen van mijn part nog weg. Accessoires. Tonk. What the fuck? Ga weg met de ketting. Hoe gaat de ketting weg? Waarom staat het niet in mij? Of valt het bij hoofd? En dan accessoires. Ja, I knew it. Zo. And then we go. Ho, ho, ho. God damn. Is een beetje kort. Robin met de 3 euro. Gewoon een lekker Kimpy Nugenti. Dat zit er uiteindelijk wel in.
Nee. Die trui is toch groter dan ik had verwacht. Lekker porno, lekker met een golfclub. Ho, ho, ho. God, liefhebber. Nee. I don't know, ik vind hem zo groot. Nee. Niet rood. Yeah. Broek. Teringgroot stuk metaal om de vinger heen. Wat een joekel. Ga naar beneden met die kutcamera. Godverkurk. Het gaat niet. Hoe dan? Oké, hey, doe je. Geef me die tuinbroek. Mijn outfits. Tuinbroek? Deze. tuinbroek, outfits, buitenkleding, combinaties. Tyler K. Met de 5 euro. Hashtag doneer game, meneer. Dank je wel. Waar de fuck staat die? Kan ik niet gewoon soort zoeken? Of gewoon op object zoeken? Huh? Is dat hierbij? Holy fuck. Hij is zo confus. Oké, sorry. Genoeg gekut. Ja. Boot smash. Fuck, ben ik nou echt zo blind? Of heb ik hem niet? Ik kan de tuinbroek niet vinden. Bovenaan. Huh? Hij stond in voor mijn neus, for real? Waarom heb ik dan echt in mijn hoofd een heel ander beeld bij en dat er waarschijnlijk daardoor gewoon compleet in de war raak? Oh, heel rustig gaan we er doorheen. We gaan de tuinbroek vinden. Tuinbroek. Swag. No. Tuinbroek. J
Jemig hem woan weet niet om de oogkleur van je vriendin. Hashtag doneer ga met meneer. Hashtag religion goals kirk. Eerste van de tweede rij, wat? Eerste van de tweede, oh deze. Ja, waarom is hij dan ook gewoon niet blauw? Zoals elke tuinbroek bekwaamt. Waarom is hij niet gewoon fucking... Waarom is hij zwart? Zo. Jeremy met een 25 euro weet niet de oogkleur van zijn vriendin. Ja, jemig. Het is echt zo'n mixkleur. Even kijken, groen of... Dan is deze beter. We gaan voor de shoebies. En, nee, dan hebben we een armbandje. Geen armbandje. Shoebies. Hé. Fucking, het heeft even fucking 20 minuten gekost. Gewoon kijkers zijn gewoon afgehaakt. Die lul kan geen eens een broek vinden. Jeremy, dankjewel voor de 25 euro, ouwe. Wordt zeker gewaardeerd. Oké, schoenen. Ik zit even met te bedenken wat voor schoenen. Oh, mijn hemeltje. Lotte heeft zoveel schoenen dat ik gewoon niet weet wat ik nu moet doen. Help. Richard de Haan. Hey, dankjewel hè. Dankjewel. Oh, deze zijn wel leuk. Ja. Ik ga akkoord met deze outfit. Ja. Top. Moet ik ook nog iets van... Ah nee, fuck, die eigenschappen. Richard, dankjewel voor de 10 euro, ouwe. Waar gaan we voor gezien? Oh, tenminste. Brock Smith. Pardon, hoe is het daar, ro? Ja, ik ben die ene. Ah, ga je lekker, pik. Oei. Kak een beetje in. Het is of dier, of gezin, of liefde. Aangezien dit een dieren expansion is, ga ik wel voor dierenliefhebber. Oké. Boeken we hem eigenlijk ook. Oh, kattenliefhebber, ja. Geef een hekel aan kinderen. Bro. Ik ben tering jaloers, oké. Als je zelf zegt dat je tering jaloers bent, wat blam. Dan rachten we hem erbij ook. Hatsieke flatsie. Kan ik ook nog, zeg maar, een relatie aanpassen van één op de ander? Dit is trouwens compleet kut. Waarom ik een bril op heb tijdens het slaapgaan. Ik ben geen brilmanneke. Kan dat nog? Kan dat hier? Relaties aanpassen. Broer, man. Ook niet man, maar vooruit. Fleur de huisdier. Fleur de poes. Ja, oké, staat goed. Topper! Oh, Fleur? Kunnen we Fleur nog voerrasnaam in? Weet ik veel. Kijk, Fleur is speels, pluizig en een roofdier. Oh, dat is echt compleet kut. Roofdier. Kunnen Fleur nog een bandje geven? Of een trui? Of een haaienmasker? Waarom is dit zo'n ding?
Nee, Fleur is leuk. Top, noem maar zo. Wat is dit trouwens? Vachten. Oh ja, ook verschillende soorten vachten. Maar ik weet niet welke het nu is. Dus ik ben bang dat als ik erop klik, dat ik... Ah nee, dan kan ik het nog terugdraaien. Oh. Dit was Fleur, oké, ja. Kan je een kat verven? Wat? Oh, met patronen en zo. Ja, boeien. Zo, is goed. Accepteren. Voer rasnaam in. Weet ik veel. Jongens, rasnaam. Rasnaam, rasnaam. Rastanaam. Rastanaam. Tanaam. Tanami. Tanami is een perfecte rasnaam. Toch, kijk nou hoe cute. Top. Laten wij verder gaan spelen. Waar waren we? San Mussonne? Wat? Spa is nu beschikbaar. Ja, daar kan ik het wegklikken. Spelen. Love Ergon met de 3 euro. Nog één tip. Alle prijzen voor de beste spullen. 5800 voor één persoon. Bed 12.000 voor twee personen. Bed 5. What? Wat staat hier allemaal? Voor de beste spullen. 8500 voor... Voor één persoons bed 12.000. Voor twee persoons bed 500. Voor gootsteen 1800. Voor toilet 12.000. Voor bad... Ik weet niet wat je hier zegt. Koelkast, vaatwasser. Oh my god. Te veel informatie, maar dankjewel. Hallo en welkom. Waar is Fleur de Poes? Fleur de Poes zit op de koelkast. Yo, di, yo, di, yo, di, yo. Shit, wacht. Ik heb een idee. Ik heb een idee. Daar hebben we de flappen wel voor. De flappen. Dat is best leuk. Rachen we een tweede bureau erbij? Wat is dit nou weer? Het geeft zo'n rare kleur aan, maar uiteindelijk is hij gewoon zwart. Dit is ook wel geinig. Geinig bureautje. Ik vind hem gewoon leuk uitzien. Het is niet om zeg maar het afdankertje te creëren of zo. Maar ik vind hem gewoon leuk uitzien. Dus ik zet die hier neer. En dan... Omdat er ook boeken zeg maar in zitten. En dat vind ik er dope aan. En dan een mooie witte bureaustoel erbij. Yeah, baby. Zo. Hallo? Ook gewoon gelijk, oh ja. Genegenheid uiten. Kan je even stoppen met die outfits? Hey, what the fuck, dit is best lit. Oké, top. Oeleboeloe. Oh shit, ik ben vergeten een computer erbij te zetten. Sorry. Oh, dat is een alles in één. Rocksmith met een 5 euro. Hey Don, wanneer komt de shirt uit met K? I'm a seagull. I'm not going international. Wat is dit? Pret tablet. Yo, what the fuck is dit? Dit is een fucking coole... Hoe heet het? Yo. Die is fucking legit. Die staat hier ook fucking cool bij. Cool. Oké, ik heb nog 6000 flappen. Oh, cute, cute, cute. Cute, 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 cute. Vampirische levensstijlprijzen. What? Blablabla. Fleur de Poes. Heet even welkom wakker maken. Nou, ze ligt er wel lekker. Fleur roep om te eten. Daar is Fleur de Poes.
nom nom. Donnepop, je bent geweldig kleiner dan 3. Hey! Dankjewel, hè! Oh shit, ik moet die shit even opruimen. Hey, hartstikke bedankt voor de 10 euro, Gianni België. Thank you. Oh, wacht, wat was dit? Ik zag net een, hoe heet het? Een soort objective ding? Oh nee, dat was dit. 5 uur lang programmeren, 5 uur in totaal gamen. Oké, 5 uur in totaal gamen. Wat werk om 3 euro, dat waren alle prijzen in de Sims van de spullen die de beste statistieken hebben. Als je al die prijzen hebt, is de kans dat iets breekt of dat je pijn aan je rug hebt heel klein. Ah, oké, op die manier. Oh nee, nee. Fleur de Poes vindt echt niet... Oh, wat is ze? Fleur de Poes vindt de tv niet leuk. Kom maar lekker op de bank zitten, Fleur. Ja, kom er maar lekker bij. Oh. Kijk nou hoe cute. Ga maar lekker zitten. Ja. Even je plekje zoeken. Yo, 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 yo. Verwennen op bank. Ja. Do, do, do. Oh. Arenu. Even lekker Simstagrammen. Wow, wat zijn deze objectives? Een dier in je huishouden hebben. Vrienden zijn met 1 dier. 12 keren vriendelijk doen tegen dieren. Ah, oké. Okay. Wat? Wat? Fleur de Poes. Simstagram. Topfoto, jongens. Top. Vaker doen. Met de oogballen dicht. Waarom zijn die timings zo moeilijk? Gooi de foto online. Fotografie vaardigheid geleerd. 23 Simstagram volgers voor Fleur de Poes. Oh. Eens even kijken. Sociaal netwerk. Aantal Simstagram volgers bekijken van Fleur de Poes. Dat was Google. Fleur is 23 Instagram volgers kwijtgeraakt. What the fuck? Lekker borstelen met Fleur de Poes. Anders moet mijn... wat? Dat is een muis! Fleur de Poes! Fleur de Poes, ga achter de ding aan. Kan ik die kat commanderen, verdelgen of klagen bij huisbaas? Eerst klagen, dan verdelgen. Tuurlijk, je bent een goede huurder, ik zal zo een kijkje nemen. Fleur de Poes, ga achter de muis aan. Ik ben gespannen, want er is een verdacht gepiep. En er is een muis. Of een red. Ja. Tada. Fleur de Poes, doe er iets aan. Oh, kijk, er komt de huisbaas. Kijk, zie je dat? Een gat in de muur. Ah, die heeft er gewoon een muizenval in geplaatst. Over problemen klagen. Oh, Fleur de Poes doet de behoefte. Ziet er allemaal goed uit hier. Doe de skibberdebe. Topper.
Deezy, Nobi, Yebu. Ooh. Yeah. Ugh, it's funny. Even kijken, hoe laat is het? 9 uur. Oké. Oh, wat is een Fleur de Poes? Wat is een Fleur de Poes? Wat is dit? Ik zag net zeer geliefd. Kalmerend aaien. Oh. Zeer geliefd. Wat houdt dat precies in? No cute. Kom babbelen met de huisbaas terwijl de kat erbij is. Ja. Cute, cute, cute. Maar alles is cute. Wat is dat? Boos? Jaloerse steken. Door jaloerse eigenschap. Het is niet altijd redelijk, maar soms komen de jaloerse gevoelens... Mijn camera staat er gewoon compleet voor. Jaloerse gevoelens gewoon opborrelen. Vraag om weg te gaan. Zo. Is prima. Eens even kijken. Wat zullen we nog doen? Even een kleine snack pakken. Er is geen kleine snack. Snelle maaltijd. Chips. Ook even chipjes. Er komt gebonk. Hallo. Wat zijn ze lui? Hallo. Hey. Op de beleefd knoppen kloppen. Ik ben wel een goede buur. Hallo. Hey, fikse Eidon, gaat die lekker met mij wel lekker World of Warcraft aan het spelen met je Steam op tweede beeld. Germ, en hier neem mijn geld, je verdient het. Wow, dankjewel Robin, dat is what the fuck is dit? Hallo, ik wil die gewoon even welkom heten in de gemeenschap. Wauw, je hebt een mooie nek. Vladislav Strout, ga weg. Je sms't me niet zomaar om te zeggen dat ik een mooie nekje heb, jij vieze stalker. Dankjewel Robin voor de 20 euro, much appreciated. Ik ga denk World of Warcraft ook weer oppakken, zodra zeg maar Classic er is. Maar dat kan echt nog fucking lang duren. Even kijken, gespannen, luidruchtige buren. Onzeker gevoel, als jouw liefje niet in de buurt is, hoe kun je dan weten wat ze aan het doen is en met wie? Oh my god, dat jaloers is echt nasty. Even lekker Fleur de Poes aaien. Wat? Zang oefenen? Naar sterren stalen, joggen, acties? Wat? Dat is een ding. Oh. Fleur de Poes wilt... Ja, dag, Vladislav Strout. Met je nek gebabbel. Doe je, hè? Oké, het wordt denk ik tijd om te slapen. Uitzetten, zo. Fleur de Poes, ga maar lekker slapen. Oh, kijk nou. Kijk nou, cute. Ja, wacht. Dit is ook wel een mooie plek voor een schilderij. Slaapkamer, schilderij. Zo'n lekkere gat in de muur. Zo. Oeh ja, die is dope. I like that one. That's beautiful. Bam, 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 bam.
Robin! Waarschijnlijk komt Classic pas aan het eind van de volgende expansion. Ja, grote kans van wel. Maar ik weet niet, ik wil gewoon Classic weer spelen. Lijkt me lachen. En dan niet op een privé server. Ik ben gewoon heel benieuwd hoe Blizzard het aanpakt. Fleur de poes. Donk, donk, donk. Even kijken, gebruiken. Mijn karakter hoeft nog niet dat. Een lotje mag dan iets om bij te serveren, want ik ben fucking ruk met koken. En dan ga ik wel de bak legen en dan bijvullen. En dan ga ik aan programmeren werken, want ik weet dat je met programmeren dikke ducaat kan verdienen. Ga ik de hele avond Sim spelen? Ja. No, liefdeschant. Of heb je behoefte aan liefde of zo? Wat is er, Fleur de Poes? Heb je liefde? Wat is er? En Pechilo. Oh. Rokita. Ja, lekker de bak vullen. Op. Njom. Nee, mijn dude gaat koken. Dat moet hij niet doen. Ga maar. Programmeren, oefenen. No. Oké. Okay. Waar heeft hij het neergelegd? Legt. Oké, okay, zo. Opruimen. Ontbijt serveren. Roerbak ei. Of roerei met bacon. Nee! Fleur de Poes! Nokken! Nop, 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 nop. Stop! Stop it! Fleur de Poes, je loopt door het eten heen! Fleur de Poes! Fleur de Poes! Is ze hitsig of zo? Hey, wat is er? Wat is er? Krols, hitsig, hetzelfde. Fleur de Poes, je zit met je anjert in het eten. Maar eerlijk, wat houdt dit in? Echt van... Roos, skiba. Polka, yips, yips. Spasba. Geekcorners in de stad. Klik op een van de dynamische borden in de stad voor meer informatie. What the fuck? Een hackathon? Heb jij het in je om uit te groeien tot de ultieme hacker? Oké, ultieme game test naar de sterren en verbeter... Oh, wat gaaf. Dinsdag 10 tot 4 uur. Locatie planeet Honingknetter. Holy knetter. Ik weet geen eens welke dag het is. Ze is Krols, win er maar aan. Kut. Oh, daar ben je. Nou, wat is er, Fleur? Normaal. Huh? Ze houdt niet van de computer. Wat is ze? Wat is ze? Vind je die computer niet fijn? No. Uien? Tuurlijk uien.
Fleur ziet er bang uit. Ze heeft even een minuutje nodig om tot bedaren te komen. Ja, nokken nou hoor. Net zo je kalmeren. Mompeltje met de 5 euro. Ik ben blij dat de streamers als jij zijn, denk ik dat de zin moet zijn. Dat houdt mijn gedachten even weg, want mijn vader is een week geleden gestorven. Oeh, dat is naar. Gecondoleerd. Ik hoop dat de stream je een beetje kan afleiden. Even kijken, kan ik Fleur gewoon naar buiten laten gaan of zo? Laten rondsluipen? Ik kom blijkbaar niet zo... Anders moeten we gewoon letterlijk Fleur de poes uitlaten. Ik denk dat dat misschien wel een idee is. Lotje, je mag Fleur de poes uitlaten. Als dat werkt op deze manier. Gaan we wel even naar die ene Brindleton Bay. Ja, yeah, sure. Hier naartoe. Zo, het is een... Dit is... Oh my god! Is dit een kattenbar? Reizen met Boktor? Wacht, als ik dit doe en dan nemen we Fleur de Poes mee. Oh my god, een kattencafé. Zoveel poezen. Poes de poes. Oh, daar gaat ze. Fleur. Nou, jij vermaak je wel even. Oh, zoveel poesjes. Jensira? Warpa? Karoo? You been? Oh, Turfna! Uh-huh. Zarzilla! Oh, Shapey Bully! Chelner. Gungane. Baribi. Een kitten? Oh my god, is dit een kitten? Bartholomew A. Bittlebun Jr. De vriendelijkste kennismaking. Kijk nou hoe klein... Hallo. Bartholomew A. Bittleton. Hoor die mews. Hoor de mews. Oh. Kijk hem waggelen dan. No. No. Kwamzi. Elvansa. Hoe komt hij weer? Chinosa. Lance of Zarde. Hoe? Spabim of Allo? Nog meer kat. Ja. Die daar heeft een drakenpak aan. Volpi Cobra. Oh, Shabba. Hey, nee. Kom hier. Kom hier, drakenpak. Our new for bay. Wat doet ondertussen Fleur? Fleur, je stinkt een beetje. Moet je kijken, je hebt zo'n... Zo, hey. Zit hier even gewoon te janken om even... Ja. Fleur. Laat rondsluipen. Doe je ding. Njong. Mompeltje met de 3 euro. Ja, sorry voor het typo. Ben moe. Kom ook net terug van mijn werk, maar dankjewel. Geen probleem. Oh my god. Sprinten. Oh, daar ben je. Ga maar lekker rondsluipen. Doe je ding. Dit is echt kut. Kunnen we verhuizen? Het is echt kut dat we in een appartement zitten. Kan ik dat verplaatsen? Kan ik dat gewoon zeg maar... We hebben echt 5 kop. Dat is wel weinig. Shit. Kan ik niet.
Ja, shit, nu heb ik een Gia zo gemaakt, denk ik. Ik denk dat we even moeten verhuizen hier naartoe, want dan kan zeg maar de kat altijd naar buiten toe. Dat is echt kut in dat appartement, aangezien dat zeg maar een roofdier is. Dus die moet gewoon vaak naar buiten toe. Oké. Nou, laten we dan eens doen. Even kijken, werelden beheren. Opslaan en naar werelden beheren, ja. Oké, als ik hierop klik, kan ik dan op verhuizen drukken of zo? Infopaneel. Bezoeken. Bouwen. Meer. Huishouden verhuizen. Yes. En dan naar werelden. Brindleton Bay. Joe Don, ga je vrijdag of volgende week weer AC Origin streamen? En tot hoe laat ga je ongeveer door? Lekker bezig, Donnapon. What the fuck, man. Vrijdag volgende week weer de AC Origin streamen. Dat kan. Dat kan, als jij de jongen, als jij, weet je, snap je? Ja, vrijdag zou kunnen. Moet even kijken hoe het schema ervoor staat, maar vrijdag is wel een idee. En tot hoe laat ga ik ongeveer door? Ik denk dat ik nog een uurtje doorga, dus tot 11 uur zo'n beetje. Lekker bezig. Dankjewel, Jeremy. Erg gul van je met die 50 euro ducaten. Eerder kwam je ook al met de flappen, dus dit is erg gul van je. Dankjewel. Dankjewel. Ja, ik weet niet wat ik erop moet zeggen. Dankjewel. Jongens, even leuk doen in de chat tegen Jeremy. Dankjewel. Gaan wij ondertussen even kijken waar we kunnen gaan wonen. Want ik heb eigenlijk niet de flappen om een huis over te nemen, zie ik nu. De kleinste kavel is 2 kop. Kan ik dan gewoon mijn spullen meenemen of zo? Hoe werkt dat precies? Meubels houden, meubels verkopen. Meubels houden. Dan rach ik gewoon even een paar muren neer. Wat de, waar de fuck slaat dit opeens op? Wat? Huh? Wat gebeurt hier? Ja. Waar is de poes? Ik zie de poes niet. Oh, daar. Ja, ik kan wel motherload doen, maar mijn Ctrl-Shift-C die staat ergens anders op ingesteld. Dan moet ik dat aanpassen en dan kan ik op zich wat doen, tijdelijk. Nee, maar wacht, er is toch ook een motherload dat je, weet ik veel, 1000 kan doen? Ik denk dat ik 1000 wel, zeg maar... Waar de hel zijn we? Naast de weg? Waar is de stoep? Oh, de stoep is letterlijk hier. Zet hem op pauze. Serieus, is dit de ingang? Oh, wauw. Oh, dat is wel geinig. Dat is een fucking mooie tuin. Alleen naast de weg is een beetje na. Mombeltje, 3 euro. Het is geen 50 euro, maar steek hem maar in je portemonnee. Dankjewel. Rosebud. Oké, wacht even. Moet ik heel even wat aanpassen. Breng me naar Windows. Dank u. Giazo, settings. Ctrl-Shift. V. Zo. Oké. Als het goed is, heb ik hem nu aangepast. Dus wat nou als ik nu Ctrl-Shift-C? Oh ja, en dat was... Rosebud? Oh ja. Rosebud. Dit is voldoende. Hoeveel hebben we erbij gedaan? 4000. Kunnen we vast wel wat van maken. Ah, fuck me. Ik ben totaal niet goed in huizen bouwen. Zo. Ik weet niet. Wat ik meestal doe is gewoon... Dit een huis. Weet je? Dankjewel, Mompeltje, voor de 3 euro's. Wat is dit? Vierkant terras.
diagonaal. Dat is wel, oh shit. Dat is wel vet om te zeggen. Oh ja, daar heb ik wel. Oké. Maar laten we eerst gewoon beginnen met een beetje het vorm van het huis. Laten we hiermee beginnen. Oké, dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Bam. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht. Dan gaan we hier even mee beginnen. Klein beginnen, uiteindelijk uitbreiden. Webster met de 3 euro, die zegt... Jodio mensen. Jodio. Oké. Moeten even in kamers denken. Oké, dan heb je hier zeg maar de... hal... inkomst, kapstok, et cetera. Die kan wel wat smaller. Is wel erg smal, maar... is op zich wel geinig. Kan je dat een beetje open houden, dat is ook wel vet. Dan kan hier op zich zeg maar een trap staan, dat je gelijk zeg maar naar de trap toe loopt. Ja. Dus dat zou betekenen dat de buitendeur... Moet ik even een leuke... Oké, die is wel erg groot. Gewoon één deur. Iets wat tenminste lijkt op een buitendeur. Prima. Zo, dan hebben we dat. Stel, hier komt dan een trap omhoog. Trap. Zo, dan zou je hier zeg maar een trap om... Oké, dat... Ja, nou, dat past net aan. Dat past gewoon net niet. Maar dan zouden we even... Zo, dan past het wel. Weet je, stel hier een trap, dan heb je ook een bovenverdieping. Zo, kijk eens aan. Dit maakt totale donatie van 125 euro deze stream. Nou, daar werk je dan hard voor. Dit was ook de EE. RSTE keer dat ik doneerde bij een YouTuber, dan moet je het ook goed doen en natuurlijk bij de beste. YouTuber, slaap lekker. Groet Aster. Dankjewel Aster. 125 euro'tjes in totaal. En dat is veel hoor, jongens. Dat zijn flinke flappen. Laat dat even duidelijk zijn. Dankjewel Aster voor het doneren deze stream. En ook voor deze laatste 18 euro. Hartstikke bedankt. Jongens, eventjes nog wat hartjes in de chat voor Aster. En ja, hopelijk ben je er voor de volgende keer ook bij. Lijkt me gezellig. Oké, we moeten even... Ik wissel even van oordopje, hoor. Zo. Eens even kijken. We gaan eens even bedenken wat we gaan doen. En wat waar gaan doen. We zouden bijvoorbeeld hier beneden sowieso de keuken kunnen doen. Mompeltje heeft zojuist geabonneerd. Dankjewel, Mompeltje. Uno momento. Er kan nog iets verkeerd staan. Ik moest wel even mijn tweede scherm, derde scherm, goed hebben. Dankjewel. Ja. Hartstikke bedankt voor het abonneren. Laten we eens even kijken. Aanrechtjes. Oh, dat is best leuk. Wel duur. Deze is ook wel mooi. Oh ja, dat is mooi. Is dit een aanrecht en dit is keukeneiland. We gaan voor een aanrecht. Zo'n hoeksding. Sluit die niet aan. Wat een pauperding. Kurk. Hier. Ik kan niet doorkruisen. Ja, maar... Tjongjonge. Zo dan. Zodat we uiteindelijk hier dan de koelkast... Wow, hoe duur is die? 2 kop. Hé, doe je. Deze is prima. Oké. Aanrecht. Ik ben aanrecht. Gootsteen, et cetera. Zo, deze is ook mooi hoor. Laten we zoiets eventjes doen. Dan willen we ook nog een gootsteen. Of een wasbak. Bedoel ik eigenlijk. Dus dit. Dat is nice. I like that. Vaatwasser en... Hier prima.
Het is wel een grote keuken dan gelijk. Zoiets. Sluit die mooi af. En dan kan ik hier nog iets in de hoek doen. Zoals een kast. Ik weet niet wat voor een, maar het is wel lid. Helemaal links en dan de onderste, dat ootje. Helemaal links en de onderste. En je kan gewoon kleuren aanpassen. I know, maar ik vind wit, vind ik mooi. Doosje. Ja, maar ik heb... Kijk, daar staat hier niks. Er staat letterlijk niks. Dus dat hele meubels behouden is gewoon... blijkbaar niet doorgekomen. Hoe kut is dat? Opbergruimte, apparaten, elektronica, verlichting... kinderen, huisdieren, niks is doorgekomen. Dus, I think it broken. We hadden inderdaad spullen al. Maar misschien omdat het huur was. En dat je het daardoor niet kan overnemen ofzo. Dus ik moet misschien nog een paar keer extra wat geld erin mieteren. Anders komt het niet uit. Oké, vuilnisbak. Daar. Hoewel, dit is meer een vuilnisbak. Lekker koffiezetapparaatje. Maar wat was dat? BB Move Objects? Of zoiets? BB.move Objects on. Oké. Als het goed is, zou die dan meer de hoek in kunnen dan, of zo? Alt. Kom op. Ja, kut is dit. Dan zet ik me hier wel neer. Flik hem erop dan. Wat is dit? Lux Dienblad. Don't give a damn. Bordenpoetser. Serieus, dat is de enige vaatwasser die er is? Vaatwasser. Grote apparaat. Er is letterlijk maar één vaatwasser. Hey, top. Is dat handig als we die onder de gootsteen doen? Is dat... Dat is prima. Mag ik die niet in kleur? Beter. Oké, dat is dan de keuken. Dan zouden we hier in deze hoek de eetkamer kunnen doen. Eetkamer zou dit moeten zijn. Eetkamer. Dat is best een mooie tafel. Ik hou niet echt van glazen tafels. Dat is een vette tafel. Nog een grotere tafel. Zoveel mensen zijn er niet. Ja, dat is een mooie tafel. Oké. In het zwart. Zwart-wit. Yeah. En een mooie stoelen erbij. Fluweelzachte zetel. Dat is wel lit. Tonk. Fucking kut trouwens, want ik had fucking veel stoelen. Of fucking dure computers. En die zijn dus nu eigenlijk gewoon een beetje de raam uitgemieterd. Martijn G met de 3 euro. Je zei net dat je niet goed bent in huisbouwen, maar dan wel in boten. Top. Ik heb nog geen eens behang. Ik moet denk ik even een paar keer... Rosebud. Zo. Omdat het een oneerlijke start was, oké? Ik heb mijn spullen niet doorgekregen.
Oké. Keuken, eettafel. Ik weet niet wat hier is, bijvoorbeeld zou kunnen. Het is een beetje loze ruimte geworden. Woonkamer-ish? Woonkamer-ish. Stel, we zouden, weet ik veel, een tv-meubel. Moeten we even een tv-meubel. Een pinguïn tv. Een tv-meubel. Is dit? Of toch meer iets in deze stijl. Is een beetje... Zijn er niet andere tv-meubels? Nee, hè? TV-meubel. What the fuck is dit? Wauw. Vergeet ramen niet. Nee, er moet echt nog heel veel gebeuren, hoor, jongens. Geef maar, geef me even een klein momentje. Mombeltje met de 3 euro. Oh jee, daar gaat mijn portemonnee. Oh jee. Wel een beetje opletten, hè. Niet dat het een beetje de spuigaten uitschiet. Het zou een beetje zonde zijn. Is dat vet onder de trap? Nee, toch? Moet het eigenlijk een dichte trap zijn? Dan zou ik waarschijnlijk hier dan even een muur moeten kwakken of zo. Hoe ziet dat eruit? Dat is best oké. Dat is wel lit, zo'n doorgang. I like it. Kan je dan een soort boog creëren? Dat is een soort doorgangboog. Zoiets. Alleen een 1? Is er 1 mogelijk? Nee, het moet per se 2 zijn. Ah, nee, hier staat 1. Ja, oké, wacht. Dan moeten we de muur even doortrekken, zo. Kan op zich ook gewoon een deur, hoor. Het zou op zich ook gewoon kunnen. Kunnen we het eigenlijk net zo goed die muren hier gewoon doortrekken. Want anders heb je daar zo'n raar gat ineens. En dan weet ik niet echt wat ik daarmee moet. Laten we die dan anders gewoon met een... deur. Beetje een nare deur. Dat is wel geinig. Glazen deur. Laten we het eerst maar gewoon even bij dit oorspronkelijke idee houden. Van gewoon een doorgang. Dat is wel smal. Nee, is mooier inderdaad. Zo. Oké, dan hebben we dat. Dan kan er op dat tv-meubel natuurlijk een tv. Noem een beetje... Het hoeft niet de duurste tv te zijn. Hoppakee. Oh wel. Ja, zo. What the fuck? Pam. Wat een gekke bank allemaal. Een tweezitter, dat is prima. Ja. Daar nog een tv-meubeltje. Of een salontafel bedoel ik. Huh. Steengoed. Dit is op zich best wel een degelijke salontafel. Dat is een prima ding. Ja. Dan zouden we bijvoorbeeld hier in de hoek nog, weet ik veel, plant kunnen neerzetten. Weet wel, plant. Zo. Ponk. Zou kunnen. Accessoires komen later wel. Oké, dan hebben we eigenlijk de benedenverdieping compleet. Qua essentiële spullen, ramen en zo. Op zich, dat kunnen we nu wel even doen. Ramen. Weten we een beetje in wat voor stijl de woning ook is. Ik vind het eigenlijk altijd wel vet om zeg maar bij een aanrecht dan echt zo'n... bij de vaatwasser bijvoorbeeld een raam te hebben. Dus dat zou dan bijvoorbeeld niet zo eentje zijn. Zo eentje ongeveer. Eens even kijken bij volle muren. Het is wel een klein raampje. Even nog iets groters. Nee. Dat is nou net een 2-plaatsen raam. Dat is te groot. Huh.
Waarom heeft het niet het raam wat ik wil? Dun dun dun. Bam! Dit is wel cute. Maar dat is echt zo'n, hoe heet zoiets? Ja, erkerraam. En waarom zou je hier een erker hebben? Dat is een hele raar misplaatste erker. Waarom kan ik gewoon niet een goed raam vinden? Dan. Oké. Zo en dan zo. Shit, welk raam was dat? Ah, oh, dat was de groot muurgat? Groot muurgat. Mao CD. Het zou ook wel vet zijn als we ook nog een soort achterdeur hebben. Alleen dan moet ik dat misschien qua indeling even aanpassen. Dat kan. Maar dan schuiven we dit even hier naartoe. En dan kunnen we hier bijvoorbeeld een achterdeur plaatsen. Zo'n vriendelijke achterdeur. Dit is wel echt zo'n topvriendelijke achterdeur. Hier bijvoorbeeld. Ik vind dat iets meer zo. Ja. I like. Telefoon gaat er relatief vaak af. Of deze meer. Dat is ook wel een achterdeur. Dit is wel meer een achterdeur. Hop. Zo. Oké, dat. Raampies. Hoe staat mijn geld ervoor? 1200. Topper. We worden steeds armer. Wat de hel was dat raam ook weer wat ik wilde plakken? Ik weet niet meer welk raam het was. Zeemanszicht? Nee. Ah, deze. Groot muurgat. Zo. En dan bijvoorbeeld daar. Alhoewel, misschien zo. Dat is ook wel leuk. I like. En aan deze kant dan niks. Dat is prima. En dan zouden bijvoorbeeld, ik weet niet, kattenluik. Kattenluik, dat is geen ding. Kattenflat. Wat is dat? Er is toch wel een kattenluik? Deur. Staat het gewoon bij deur dan of zo? Onderdeur. Voor de onderdeurtjes. Maar dat moet per se op die manier. Dat kan je niet in je deur verwerken. Wauw, hoe kut is dat? Ken je dat van die kat op die rijdende stofzuiger? Ja, die ken ik. Oei, shit, ja, ik moet ook nog een wc inderdaad hebben. Hoe kut is dat? Niet over nagedacht. Dan is de wc maar op de eerste verdieping. Of het zou hier in dit hokje moeten zijn. Want dan kan letterlijk hier onder de trap zou wel iets kunnen. Maar dat is echt een fucking random plek voor een wc. Die stofzuiger kan ik ook... Godverdomme kleur, kleiner dan drie, kleiner dan drie, kleiner dan drie. Wat een agressie! Gadverdamme! Maar... Daarentegen... Wel hartstikke bedankt voor de... €25 nogmaals. Het is... Jeremy, het is echt genoeg nu, oké? Okay? Hartstikke bedankt voor je donaties. Er is niet meer nodig. Hoe verwoord ik dat? Ik hoef niet meer. Dankjewel. Dankjewel, ouwe. Ja, ik wil wel eens een kattenluikje doen, maar... Of maak ze gewoon gebruik van de deur. Stond de deur met een luik? For real? Oh, deurluik. Luik. Of gewoon luik uit zichzelf. Top, hé.
Luik in deuren moet ik hebben. Luik. Oké. Nou, dan vinden we daar later wel even een oplossing voor. De eerste verdieping. Muren. Laten we even gewoon voor de zekerheid even dit vaststellen. Top, hè. Jullie hebben niks gezien. Dak. Oh, moet ik zo, ja. Dak. Wat is dit? Nee. Vijf. Nee. Zadeldak diagonaal. Nee. Nee. Dit is echt zo'n typisch huisje die je als kleinkind zou tekenen. I'll take it. Kan ik ook nog de... Ah ja. Ja, I like that. Baksteen. Gun me even een paar baksteentjes. Rode bakstenen. Rode bakstenen vind ik wel altijd traditioneel heel mooi. Laten we het even hierop houden. Lekker huisie. Kan je ook dakkapellen? For real? Is dat een ding? Een dakkapel? Een dakkapel? Ja, zet dit er maar bovenop. Reclame! Gun me. Geldflappen. Wat is dit? Oh! Inderdaad, een dakkapel. Aircootje. Geinig. Ah, maar dat is van de vampieren, hoe heet het? Top, oké. Okay. Dat staat, eerste verdieping. Donk. Oké, okay. We hebben te maken met de trap. En de trap moet eventjes afgebakend worden. Met een hekje. Zodat je niet naar beneden kukelt. Klein hekje. Klein hekje. Dun, dun, dun. Bam, 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 bam. Ik vind glas heel erg mooi. I like that. Alleen ik heb het gevoel dat ze gebeukt zijn. Oh nee, deze is lelijk. Oh nee. Oké, het is fucking gebeurd. Hey, top, hè? Hey! Top, hè? Weg ermee. Het is niet meer gebeurd. Oké, zo ziet het best mooi uit. Ook al is het niet echt huiselijk. Misschien is dit meer huiselijk. Dit. Ja, oké. I'll take that. Deze. Kan ook. Bam, 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 bam. Fruit, deze. Oké, dat is dat. Kom je op de overloop terecht. Overloop loopt eigenlijk gelijk. Hier een muur. Dat is wel geinig. Iets breder. Zo. En zouden we bijvoorbeeld hier in de hoek een soort kattenspeelruimte doen. En dan kunnen we dit splitten door de helft. Eentje is slaapkamer, eentje is badkamer of zoiets. Of we kunnen zelfs nog... Kattenspeelruimte is er sowieso wel. Zo, een muur en dan hier een deur dat hier dan een studiootje is of zo. Zo, dat is ook wel een grote badkamer hoor. God, verdomme. Badkamer kunnen we anders sowieso wel bereiken door dat. Dus als we hier een muur plaatsen. Dan wordt het een kleine badkamer. En een klein studiootje.
Dit is wel geinig. Jammer, jemig! Oké, dan zie je me vrijdag weer. Later, kleiner dan drie. Allemaal even een hartje in de chat voor de lieve. Gunende, Lotte, yo, Jo, later. Zijn ze nou Gunende? De Gunende? Jemig. Later's en jemigs. De Gunende. Jeremy, hartstikke gul, ouwe, dankjewel. Ik weet niet hoeveel het inmiddels in totaal is. Maar het is bakken met flappen. Hartstikke bedankt. Wordt zeker gewaardeerd. En ja, jongens, even. Nou, de hartjes in de chat werden al gegooid. Dus Ja. Ik wil even een deur plaatsen. Glazen deur? Dat is wel geinig. Laten we gewoon een houten deur hier doen. En een houten deur daar doen. En eentje. Hier. En dan eentje. Daar. Oké, dan hebben we de deuren ook gelokaliseerd. Dan hebben we twee studiootjes, badkamer. Of zullen we dat de badkamer doen en dit de studio? Ik weet niet, het is een beetje onhandig geplaatst dit, maar dat maakt op zich niet uit. Eekhoornetje met de 5 euro. Hallo, mijn naam is Xavier. Zou de volgende stream ARK kunnen doen of twee keer per week opnemen, zou ik fijn vinden. Nee, helaas niet. Omdat anders te veel ARK er is. Dus ik probeer dat een beetje met mate af te stemmen. Maar hartstikke bedankt voor de donatie. Wordt zeker gewaardeerd. En ja, ik hou er rekening mee. Dankjewel. Even kijken, dat zou de badkamer worden. Dus die krijgt geen piekraampie. Misschien zoiets. Oh. Ik weet niet, is dit irritant, mijn OCD? Als ik het hier plaats, is het zeg maar, komt het goed, zeg maar, qua aan de buitenkant. Maar aan de andere kant zit ik ook van, ja maar het midden do. Het midden van deze kamer. Fuck it. Die doen we daar. En dan kunnen we bijvoorbeeld nog muurgat. Nou. Ik weet niet, in de badkamer moet er ook zeg maar licht zijn. Alleen dat wil ik ook niet echt zo'n overduidelijk raampje doen. Oh, lekker naar binnen gluren. Is ook een beetje groot. Klein raampje voor de badkamer. Dus, ja, dat is een beetje zoiets is dat. Yeah. Weet je wat vet is? Als je zeg maar de trap oploopt en dat je dan echt gewoon zo... Bam! Glas! Is wel heel vet. Past niet helemaal in de stijl van de woning. Maar het is wel vet. Misschien is er wel een zeemanszicht. Is wel heel groot dan, hè? Is wel heel groot. Even een klein formatie kleiner. Zou vetter zijn als gewoon even mijn camera niet zit van... ik ga alle kanten op! I like that. That's too much. Ja, dat is inderdaad too much. Oh, ja.
Pamme, Noah, A, laagstreepje, B, heeft ze juist geabonneerd met Twitch Prime. Dankjewel. Thank you very much, man. Much appreciated, man. Hoe kut is dit? Of heb ik hem maar wel zo? Ja, ik heb hem wel eentje omhoog. Oké, dan moet ik eigenlijk nog... Dat is wel geinig. Ik ga er wel voor. Top. Oké, dan hebben we qua ramen dat in ieder geval wel voldoende indeling. Bed. Laten we gewoon beginnen met de slaapkamer, bed. Nee, ik ga geen... Oh, sorry. Ik ga geen zolder maken. Dat is iets te veel werk. Ik vind eigenlijk al dat ik ook al een beetje te lang bezig ben met een huisje bouwen. Dus... we good. Oké, we doen daar gewoon even straight up een bed. We doen even hier... Een toilet... Douchecabine. En een wastafeltje. Spiegeltje boven de wastafel. Zo. Studiootje 1. Met een computertje. Ja, daar hebben we de flappen niet voor. Godverdomme. Laten we het even hiermee doen. Maar we gaan echt geen te dure meuk. Dus we gaan gewoon goedkope computertjes. Bureaustoel, uiteraard. Een jolige bureaustoel. Jolig, jolig, jolig. Doe hem toch wel daar. Fuck it. Hoe vaak kijk ik nou naar buiten? Goh. Is deze niet in het wit? Nou, dan maar zo. Zo, computer daar, computer daar. Dat zijn dan de studiootjes. Badkamer is in zekere zin klaar. Dan hebben we dit klaar, 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 klaar. Het enige wat dan nog nodig is een beetje aankleding wat betreft behang, vloerkleed, etc. En lampen. Oh ja, lampen ook nog. Laten we eerst lampen doen dan. Lampen. Just give me the lights at the back of the car. Dat is een mooie lamp daar. Zo'n mooie lamp daar. Deze is ook wel lit. Hey. Ja. Bam, bam, bam. Vloerkaarsen. Hé, hey, jongens, wil je je voet verbranden?
Nee, is prima. Alright. Lekker licht. Lekkere energierekeningen. Tok, tok, tok. Yeah, that'll do. Zo. Oké, vloerbekleding. Tering, je bent nog best wel veel bezig met zo'n zo'n huis. Ik had het een beetje onderschat. Gutver. Nee. Mo. No. Too much. Wat me wel op zich dope lijkt, is bijvoorbeeld één zo'n wand, maar dan... Zeg maar zo, en dan eigenlijk... Nou, weet je wat, wit is gewoon prima. Wit is prima. Kattenspeelruimte, ja, maar jongen. Too much. Trippy. Wat? Is daar kleurloos? Of lichtloos? Lichtloos. Het is dan wel gewoon wit. Zie je? Ja. Oké. Dat. Dan zouden we hier nog eventjes even kijken. Katten. De kattenbak. We hadden deze. Alhoewel, kattenbak kunnen we wel, zeg maar, hier doen. Naast de vuilnisbak. Het is niet echt puur hygiënisch. Zo. Doen we aan de andere kant voerbak. Of zullen we de kattenbak hier, zeg maar, doen? En de vuilnisbak ook zo. Dan gewoon het eten naast de koelkast. Ja. I like that. En dan zit zeg maar Fleur te eten. Terwijl wij ook aan het eten zijn. Oké. Kattenspeel. Meukeroni. Dat is een beetje te dominant in dit huis. Dit is beter. Zodat. Dutjes tijd kan bijvoorbeeld daar. Of kan dutjes tijd hier zo in het hoekje. Hier bewijs van. Nee, dat is prima. Ook al vloekt het enorm in die kamer. Wit. This'll do. Fucking vloer, laminaat, tegels. God. Het houdt niet op, niet vanzelf. Dat is best lit. Dat ook. Alleen door de grid zie ik het niet echt goed. Yeah, this'll do.
Vloerbedekking, laminaat. Hout. Mooie, lichte vloer, rach maar overal neer, rats. Topper! Jongens, we zijn eindelijk... Oké, ik doe nog één keer een roosbutje, zodat we in ieder geval nog een beetje flap hebben om te kunnen overleven. En dan zijn we uiteindelijk geëindigd met... 1600 dukaten. Door G te drukken haal je de lijntjes weg. Verdomd. Ah, dat is toch een mooie... Oh, dat zijn fucking mooie tegels. Holy shit, man. Mat. Nee, niet dat mat. Mat. Badkamer, mat. Vloerbedekking, mat. Is dat zo onredelijk? Kattenbak. Oh my god. Oh ja, de speeltjes. Pieper, piep, piepst. Die leggen we lekker... daar neer. Dun, 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 dun. Oh, die is oké. Die is erg groot. Maar een klein wc-matje. Hier is het toch wel... van een badkamermat. Ah, flikker maar op. Lekker met je koude poten op de tegels. We gaan leven! Hallo en welkom bij de nieuwe wereld. Meeuw, je stinkt. Kunnen we je... Oké, die boekt hem. Hey, Fleur. De mazzel, hè? De mazzel. En die roepen we wel terug wanneer het zover is. Wat ga ik doen? Naar welke studio ga ik? Oké, dat wordt mijn studio. Omdat, ik weet niet. Ik liep gelijk naar deze toe, dus dan zal dit wel mijn studio worden. En dan wordt deze witte wordt Lotje's studio. Waar is Lotje? Je komt een willekeurige hond tegen. Hallo! Die hond heeft geen idee. What the fuck moet ik hier nou weer mee? Hygiëne. Even lekker omhoog krikken. Eerlijk, jongens... Oh, Fleur heeft een wilde eekhoorn verslagen in een gevecht van poot tegen poot. What the fuck heb jij gedaan? Wow, wow, kijk dit gebied. Het is een fucking strand, man. Ja, dit is een veel beter gebied voor Fleurtje. Ja. Even kijken, hoe ziet ons huis eruit vanaf daar? Ik kan letterlijk mijn dak niet zien. Oh, zo. Kijk, dat is toch mooi? Dat is van een leuk huisje. Het is geen... extreem goed uitgedachte huisie, maar het is wel een leuk huisie. Oh ja, ik zou programmeren oefenen. Wolfenstein heeft me aangehaakt op je kanaal. Goeie serie, nu de Assassin's Creed series van je volgen. Veelbelovend, keep it up. Dankjewel, Screams. Dankjewel. Vergeet de tuin. De tuin. Ja, kijk hier. Tuin. Het is gewoon tuin. Wow, Fleurtje is weer terug. Fleurtje, what the fuck? Fleurtje heeft een knoop. Kijk er nou die cutie de trap op komen. Hallo. Fleurtje, wat heb je? Wat voor cadeautje heb je? Oh my god, it's a present. Inventaris? Wat? Wat is dit? Open. Wat zit erin? Pieper, pieper, piep zit erin. Bal geven aan Fleur. Fleur die gaf dus het balletje aan ons. Wauw. Wie is dit? Justin. Welkom in de buurt. Flikker op. Kan ik, Fleur wassen? Ze stinkt een beetje. Of is dat een teken dat ik het dan moet borstelen of zo? Kan dat? Kameraden worden. Door goede vrienden te zijn. Oh, Fleurtje komt binnen. Die gaat even, waarschijnlijk even poempie doen. Door borstelen gaat haar hygiëne omhoog. Ah, oké. Hallo, Fleurtje. Ja, hallo.
Eens even kijken. Badabadabab. Ik kan letterlijk borstelen. Oh, hier borstelen. Top. Ondertussen gooi ik deze bak wel vol. Ja, eigenlijk vind ik dit niet oké dat je op de A-recht springt, oké? Vind ik niet oké. Gespannen, waarom dit? Onzeker gevoel als jouw liefje niet in de buurt is. Maar ik was met de kat aan het praten. Oh, ik word gebeld. Hallo? Wil gezellig langskomen. Ja, maar godverdomme. Nee. Ja, je hit zich beest elke keer op de koelkast. Wie is deze vogel? Vraag hem weg te gaan. Lekker kameraden worden. Waar staat kameraden worden? Staat er nu niet meer bij. No, kijk hem liggen op de bank. Keep up the good work, dog. Je bent een legend. Groeten uit Zeeland. Hallo Zeeland mensen. Dankjewel Tristan voor de 10 flappen. Wordt zeker gewaardeerd, ouwe. Dankjewel. Oh. We zijn kameraden geworden. Mummies. Shit, oh. Gespannen. Poes heeft geen water. Waarom geen kast? Hè? Poes heeft geen water. Heeft hij water nodig? Natuurlijk heeft hij water nodig, maar... Zit dat zeg maar niet bij de voerautomaat of de voederbak? Er is geen water in de game voor de poes, dat dacht ik al. Zo, pak me even op mijn muilen hier, oh! Ongegeneerd. Oh shit, ik ga koken. Ik weet niet of dat wel zo'n wijs plan is. Stop. Opruimen. Nee, niet opruimen. Verder gaan. Doorgaan. Wat is er? Wat is er, Fleur? Dat zet je nagels erin. Dat ga toespreken over krabben. Dat gaan we dus even niet doen. Ja, nee, dan mag je misschien niet, maar dat is een hele mooie krabpaal. Daar moet je gewoon gebruik van maken. Ja, als je wil batsen, weet je, ga ons maar lekker rondsluipen buiten. Dat is ook prima. Hoppakee, gaat hij naar buiten. Oh shit, wel 's nachts, maar ja. Oké, dan ga je aan de eettafel zitten om vervolgens tv te kijken. Ja, dat is ook een ding. Het is wel een ding. Automatische lampen. Alle lampen. Zo. Anders blijft alles aanstaan. En de energie ging... Oh, Fleur! Waar heb je weer een cadeautje? No, cutie. Wat heb je?
Dankjewel. Ga je even borstelen, opruimen. Maar, waar is het cadeautje in? Oh, hier. Oh, ik ben gaan tukken blijkbaar. Heeft een liefje nodig. Tijd voor een tweede kat. Kappa. Ja. Dan heb ik ook per se een mannenkat nodig. Ja, maar echt hoor. Jezus, Fleur. Wat ben jij krol zeg. Constant. Ik wil batsen. Dat treinset locomotief. Lotje heeft een voorwerp gevonden. Een geheimzinnige doos. Holy frieten. Kan ik die... Holy shit, dat ding is €450 waard. Verkopen, dankjewel Fleur. 450 flappen erbij. Oh, Fleur, waar ben je? Ja, kom maar weer terug. Gaan we even slapen, want dit is... Uh-oh, oké, Fleur is hier gewoon gaan tukken. Dit is... Fleur terugkomen. Even deze naar binnen verplaatsen. Zo, hoppakee. Het gaat even wat makkelijker dan via de duw te doen. Komt Fleur er alweer aan? Ja. Goed zo, Fleur. Ga maar lekker... op je bedje slapen. Vraag om te gaan liggen. Fleur de poes. Kom maar. Kom maar. Nee? Geen zin? Oké, je liep gewoon letterlijk door de muur heen. Kom op. Ga maar even... Ga maar lekker op je bedje liggen, oké? Op je bedje. Gaan we allemaal even lekker slapen, oké? Goed zo. Ja. Nou, mooi. Fleur de poes. Miauw, miauw. Oh, tering. Miauw, 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 miauw. Miauw, miauw, miauw. Uh-oh, wat is er met Fleur de Poes aan de hand? Fleur de Poes is vies, boos, iets. Naar de dierenarts brengen. Oh, Fleur de Poes is ziek. Ja, we gaan naar de dierenarts. Kom maar. Naar de dierenarts brengen. Kom maar. Waar is de dierenarts? Sabelplein, dierenkliniek, park. Oké, gaan we. Nee, het is niet meer midden in de nacht, toch? Nee, het is 6 uur 's ochtends zo'n beetje. Even kijken, kan ik je meenemen hier naartoe? Wat houdt dit in? Fleur inschrijven voor, inschrijven voor ziektegenezing. En misschien ook voor sterilisatie, dat is ook wel een goeie eigenlijk. Misschien gaat dat ook een beetje tegen dat krolse gebeuren. Wacht op dierenarts. Oh. Huisdier laten onderzoeken. Oh, Fleurtje. Fleur troosten. Ja, komt goed, schatje. Komt goed. No, Fleur de Poes. Ben jij de dierenarts? Nee. Oh, Squiff.
Ah, zo zo. Hoppakee, we hebben Fleur de Poes vast. Oké, Fleur de Poes is weer neer. Kan die huisarts alsjeblieft, of die dierenarts, gewoon alsjeblieft even mijn dier helpen? Fleur de Poes is ziek! Schiet op! I don't give a shit. Wacht op dierenarts is compleet. Oké. Kom maar Fleurtje, dan gaan we even kijken, oké? Komt wel goed, Fleurtje. Hopsa. Oh, wow. Geavanceerd. No, ze is helemaal blauw. Oh. Ik vind het best wel vet dat dingen dit een... Wat is dit? Eenvoudig behandeling, genees je dier met effectieve, met iets wat oncomfortabele behandelingsmethode, of... Ja, dikke flappen, het is Fleur! Komt helemaal... Wow, jemig! Kom goed, Fleurtje. Oh ja, ben je weer beter? Voel je je weer wat beter? Goed zo. Kan ik je oppakken? Dan gaan we lekker naar huis toe. Oh ja, lekker rollen. Ja, dat wil je. Ja. Ja. Oh, cute. Wacht, kon ik die in sterilisatie? Oké, Fleur moet naar de kattenbak. Ja, dan moeten we even terugdenken. Die sterilisatie is volgens mij ook wel een goeie. Tristan met de 5 euro, Zeeland weer. Wanneer ga je nou die 1 miljoen halen? Zou een mooie bekroning op je werk zijn? Dat zou wel leuk zijn. Fleurtje, wat ben je nou aan het doen? Dierenvoorwerpen kopen, speeltje halen voor. Koffie. Wie is dit? Oh, dat is Bartholomew Senior. Oh. Fleurtje, kom maar. Procedure bezig? Oh, Fleur? Ja, je moet erbij. Wow, wordt even een apparaat ingeduwd. Volgens mij gaat het niet zo, maar het wel No, heb je nou een kopje op? Fleur de Poes is gesteriliseerd. Dat betekent dat er geen baby's meer kunnen worden gemaakt. Oh. No, Fleur, waar ga je heel naartoe? Nee, je zit een barfje te eten. Stop. Wiens barf is dit? Oppakken, dan gaan we naar huis toe, oké? Ja, hallo. Pak je kat even op. Kom maar. Gaan we naar huis toe. No, Fleur de Poes heeft een kraagje om. Zo. No. Hier. Oh, Fleur, ga maar lekker.
Ga maar, ja. Als je moet plassen, Fleur, dan... Oh, ja, even de kat op. Wacht. Oh, jezus, even een lebber. Ga maar lekker een plasje doen, Fleur. Potverdikkie. Wat een snoetje. No, ik weet het, mijn hart. Ja. Goed zo. Daar! Help! Blussen! Kut, niet bang worden voor de vlammen. Blus, 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 blus. Oh nee. Help! Oh mijn hemel. Oké, douchen. Fleur de poes. Ja, nee, dit snap ik wel. Shit, dat is duur. Verzekering? Kan ik Fleur de poes nu geruststellen? Ging een beetje fout. Dag, dag. Oh ja, Fleur de poes. Oh, such a muziek. Even kijken of dit kan. Soms wil dat... Oké, dat gaat gewoon. Top. Zal ik anders wat eten maken? Oh, Fleur. Niet met de vuilnisbak spelen. Ik bedoel, je mag er wel een kap op je kop hebben. Maar dat betekent niet dat je dat mag doen. Finapsa. Oh, sneed je in je vinger? Nee, toch. Fleur, ga nou eens van het aanrecht af. Oh, god. Fleur de poes. Ja. Kookniveau 2 bereikt. There we go. Even kijken, we hebben nog maar 400... flappen, dus we moeten ook een beetje aan de flappen denken. Wat is acties? Een groep toevoegen? Geen idee wat dat is. Met huisdier pronken? Dat is niet het juiste moment. Ha ha!
Oh, shit. Nee. Nee. Fleur de poes. Nokke. Oh, ik mag de kraag verwijderen? Nifta, Saborni Quaib. Kraag verwijderen. Fleur heeft geleerd om geen eten voor mensen te eten. Nice. Dat is nice. Oké. Bak vullen. Zo. Fleur. Eten. Oké, dan moeten wij nog even dat programmeren oefenen. Of kan ik al, zeg maar, daarmee geld verdienen? Ik denk het niet. Ik denk niet dat de kraag er al af mocht. De optie stond er. En die stond er eerst niet. Dus ik denk dat het gewoon prima is. Oh, Fleur gaat lekker erbij liggen op de bo. Ebony Dorfa. You know, Sneeb. Hispa. Zigafuni. Chatty. A Mookie Grant. Dana. Obin. Obleesh. Speecharso Denoy. Stevie Funo, Larkum, Espo. Vraag hoe dag was. Oh, niks hoor. Ik was gewoon net een paar uur geleden even in de fik gevlogen. Voor de rest, nou is mijn dag best oké verlopen. Jop, met de 3 euro. Dat is een heel apart berichtje. Dankjewel. Oh, ik kan nu een plugin maken, hacken. Oké, hacken gaan we dan even niet doen, maar we kunnen wel een plugin gaan maken. Laten we dat doen na het douchen. Huppakee. Snelle douchen, word je energiek van en dan kunnen we lekker snel. No, heb je nou een jambusje meegenomen? Hoppakee. Ga je nou in de vis rollen? Vind het zeewier? Vind je het logisch dat je straks stinkt? Oh, hallo. Nee, niet doen. Ik ben een plugin aan het maken. Dat is belangrijk. Koelkast, hier een snelle maaltijd, eventjes appelmoes. Wie is dat? Zo, hallo, ik jangle het gesprek. Waar is Fleur de Poes? Fleur de Poes komt eraan. Goed zo.
Fleur is een brave poes. Heb ik de plugin gemaakt? Nice! Ik heb 14... Ja, verdiend. 14. Gewoon 14 iets. Fleur de poes stinkt een beetje. Yeah, baby. Jullie mogen er niks van zien. Hallo Fleur de poes. Even niet naar boven gaan. En volwassen mensen praktijken. Dat de godverdamme. Oh. Opeens zin in eten. Waar is zijn borstelen daar? Njom. Fleur de poes, kom maar lekker naar boven toe. Lekker slapen. Ja, ga maar lekker liggen. Is goed. Ja, oh, en het familietje is weer eventjes compleet. Voor de nacht. En de snelheid is intens. Hey, we gaan hem opslaan. Ik vind het wel weer eventjes leuk. We hebben er 3 uur en een kwartiertje in zitten. Dus dat betekent dat er in ieder geval genoeg tijd in is gestoken. Dus wat dat betreft... Kirk. Ja, oké. Okay. Het spel is afgesloten. Top. Hey, jongens. Het is 10:15. Het is tijd om af te sluiten. Hartstikke bedankt voor het kijken naar deze livestream. Vrijdag gaan we weer verder met... Welk spel dan ook, maar dan zal er in ieder geval weer een livestream plaatsvinden indien je daar zin in hebt. Kom gerust langs. Vrijdagavond, 20:00. Jodio mensen, later gaat een muziekje worden aangezet. En dan zou ik nog zeggen, fijne nachtrust alvast. Tot de volgende keer. Later. Is deze leuk? Deze klinkt wel leuk. Hey, later.